Dames en heren, volgens mij is het 19:30, dus ik ben voornemens de vergadering te openen. Allereerst wil ik een aantal mensen welkom heten, natuurlijk de commissieleden, het college, de pers, het bestuur van Glasvezel Zuiderveld met natuurlijk al die vrijwilligers. Geweldig dat jullie hier allemaal zijn. De gedeputeerden wil ik welkom heten en dan hoop ik dat ik verder niemand vergeten ben. Alle hartelijk welkom en bij deze is de vergadering geopend. Dan kom ik aan punt 2, de mededelingen. En dan moet ik even terzijde kijken of die er zijn. Er zijn geen mededelingen, dus dan gaan we naar punt 3, het vaststellen van de agenda. Zijn er commissieleden die de agenda nog wijzigingen op hebben of kunnen ze vinden in de agenda zoals die voor ligt? Geen opmerkingen, dan is de agenda bij deze ook vastgesteld. Dan kom ik bij het inspreekrecht. We hebben vandaag 3 insprekers over 2 onderwerpen vreemd aan de orde van de dag. De heer Ruiter als voorzitter van Glasvezel Zuiderveld wil spreken over de aanleg van glasvezel namens Glasvezel Zuiderveld en de vrijwilligers, denk ik. De heer Jumelet die wil ook een bijdrage leveren aan het onderwerp glasvezel. En de derde plaats wil de heer Sassen namens de familie Neutenboom spreken over de problemen in zaken grondverzakkingen op de locaties Kleineveld 29 en 31 in Dalen. Wellicht ten overvloede wil ik de insprekers erop wijzen dat ze alle 5 minuten spreektijd hebben. Ik wil voorstellen dat de sprekers gebruik maken van hun recht in de door mij aangegeven volgorde. Nadat de heer Jumelet gesproken heeft, zullen we kort schorsen om het publiek de gelegenheid te geven de zaal te verlaten als zij dat wensen. Voordat de heer Ruiter begint wil ik namens de commissie, en ik denk dat ik wel namens de hele gemeenteraad kan spreken, Glasvezel Zuiderveld en al haar vrijwilligers van harte feliciteren met het gegeven dat inmiddels meer dan 45% van de contracten afgesloten zijn. Een formidabele prestatie, welke voor een groot deel te danken is aan de vrijwilligers. En dan geef ik nu het woord aan de heer Ruiter. Juist. U hebt het duidelijk gememoreerd. 45% hebben we gehaald. Het is een geweldige prestatie. We zijn er echt trots op. En dit is eigenlijk een beetje een voorbeeld van koe voor de verbind. Ook zoals we hier vanmiddag voor het begin met een foto kwamen, met de raad, met alle vrijwilligers. Glasvezel verbindt, maar koe voor de verbindt met ons allen ook. Dit is een prachtig resultaat. Zonder al die vrijwilligers had dat eigenlijk nooit kunnen gebeuren. We hebben 120 vrijwilligers die ongelooflijk veel hebben gefaseerd de laatste weken. Nou, eigenlijk wel de laatste jaren zelfs. Er is langs de deuren geleurd, zoals dat heel zo keurig heet bij ons. Er zijn mensen geweest die met een brandweerauto en met geluidswagens het dorp in zijn geweest. We zijn op een gegeven moment met 80 grote spandoeken en 60 kleine spandoeken zijn er neergezet. Er zijn meer dan 100 inloopavonden en middagen gehouden. Er zijn 32 informatieavonden gehouden. Er is een glasvezelcaravaan in Dalen gehouden. Wat heb ik nog meer? Nou, dat zijn een beetje met name de zaken die ik zou willen noemen. Ja, hoewel ook nog de composthalers van afgelopen zaterdag erg werden gestoord door de mensen die ze een abonnement wilden aanpraten. Ik wil zeker nog even de helpdesk noemen. De helpdesk heeft de afgelopen tijd meer dan 1300 meldingen binnengehad. En allemaal binnen een tijdsbestek van zo'n 4 uur opgelost. Nou, dat is een geweldige prestatie. En die helpdesk die loopt nog steeds heel hard. Dat het niet altijd even gemakkelijk viel, is wel af te leiden aan de bijnaam die sommige medewerkers van die vrijwilligers van die helpdesk zeiden van de helpdesk hadden ze het ongeveer over. Maar kunt u iets van denken van hoe soms moeilijk dat ging. De verhalen van onze vrijwilligers over de contacten in de gemeente zijn ongelooflijk divers, maar enkele keer was er wat slechtere contacten, maar in zijn algemeenheid was me verbaasd over de welwillendheid van de bewoners van deze gemeente. Dat heeft heel warm gewerkt en de meeste mensen die zeggen van ik wil een abonnement omdat het gewoon glasvezel het internet van de toekomst is. Maar er zijn nogal wat mensen die hebben gezegd van nou ik neem glasvezel omdat ik het voor mijn buren doe of voor de boeren
of voor het dorp of voor de gemeente. En dat is heel warm. En ik denk wel dat we ons gelukkig mogen prijzen dat we in een gemeente wonen waar zo'n positieve houding is onder de bewoners. Dus niet alleen hulde voor onze vrijwilligers, maar ook voor de inwoners van Coevorden. We hebben als Glasvezel Zuiderveld het geluk gehad, we hebben vorig jaar 4 mensen in dienst genomen bij het bureau van onze Glasvezel Zuiderveld. We hebben geluk gehad dat we een uitstekende bezetting van het bureau hebben. 4 mensen, maar het is nog geen 2 formatieplaatsen, dus eigenlijk werken die mensen zeer part-time. Maar je zou haast bijna zeggen dat het een 3-dubbele bezetting was. Dat er wel 6 formatieplaatsen was bij wijze van spreken. Zoveel is er uit de stro gezet, om het even te noemen. Het is bijvoorbeeld, ze komen met veel initiatieven, met ideeën. Een goed voorbeeld daarvan is de magazine die jullie allemaal in de bus hebben gehad, Groene Glasvezel. Geweldige uitgave, ook met name door het bureau, maar ook door vrijwilligers met foto's, zijn die gemaakt. Daarnaast is het vertrouwen van het bureau dat die 40% zeker zou worden gehaald, is heel stimulerend geweest voor ons als vrijwilligers. Dat is niet te onderschatten. Dus met heel erg dank aan het bureau. Rendo heeft met zijn glasvezeldochter Renet het aangedurfd om met ons in zee te gaan als aandeelhouder en als financier. We zijn er heel erg blij mee. We gaan met hun een geweldige glasvezelnetwerk opzetten en dat hopelijk snel. Provincie Drenthe, de gedeputeerde zit er al, stimuleerde al in een vroeg stadium het ontwikkelen van glasvezelnetwerken. En dan met name in de plekken waar de commerciële partijen geen brood in zagen. En de provincie vond dat dat van onderop moest en niet van bovenaf opgelegd. Nou, dat is een hele goede zeg geweest. Want zeker in vergelijking met andere provincies staan we er in Drenthe heel goed op met de aanleg van de glasvezel. Die inmiddels al voor een deel is voltooid en zeker nog komt. Verder heeft de provincie ons, ook in combinatie met Verbind Drenthe, steeds ondersteuning gebracht. En op laatste plaats een van de grootste leningen gegeven tegen een goedkope rente. Geweldig. Ja, en dan de gemeente. Ik hoorde van veel vrijwilligers dat ze heel erg trots zijn op de gemeente. Trots zijn op deze raad, die op een gegeven moment in december ook het besluit nam om met ons in zee te gaan met, als aandeelhouder en als investeerder, als financier. Trots ook op het college van BEW, die vanaf het begin af aan al initiatieven hebben ontplooid om tot glasvezel te komen. Ook ten doop zijn gehouden bij de 6 initiatieven die er waren. Maar ook zeker nog dat er op een gegeven moment 1 initiatief kwam. Dat is ook een college heeft daar een belangrijke bijdrage aan geleverd en dat vinden we heel erg prettig. Niet op de laatste plaats, ook de ambtelijke staf van de gemeente vonden wij erg prettig om mee samen te werken. Zowel op juridisch, technisch terrein, maar ook in de vorm van de communicatie enzovoort. Dus eigenlijk zeggen we gewoon van die gemeente, jongens, die heeft wel een applaus verdiend. Vinden we dat niet als vrijwilligers? Nog even dit. Deze week gaan we een overleg met de aannemer. En dan is het zo dat we dan bepalen waar wordt begonnen en wanneer wordt begonnen. Dus we hopen daar aan het eind van deze week wat meer duidelijkheid over te kunnen verschaffen. En dan zullen we ook een wat meer definitieve voorlopige uitslag kunnen publiceren. We zitten nu op 45%, heeft de voorzitter al gememoreerd. Maar we gaan ervan uit dat dat deze week nog steeds hoger wordt. Neem niet weg dat het nog steeds belangrijk is dat iedereen zich nog zonder aansluitkosten kan aanmelden totdat de aannemer in de straat verschijnt. Dus er is nog steeds mogelijk om je aan te melden zonder extra kosten. Nou, op een weg naar een nog hoger percentage en een prachtige aansluiting van iedereen op de glasvezel. Dank u wel. Ja, dank u wel, meneer Ruiter, voor alle complimenten die uitgedeeld zijn in ieder geval en voor uw speech. Normaal gesproken zouden commissieleden aan de inspreker nog vragen kunnen stellen. Maar ik denk dat uw verhaal heel duidelijk is geweest. Ik denk niet dat iemand daar gebruik van wil maken. Kijk zo maar heen, maar dat is het geval. En dan zal ik de heer Jumelet uit willen nodigen. Dank u wel, voorzitter.
Wethouder Swiers berichtte mij dat er vanavond een bijzonder moment zou zijn. En het zou gaan om een foto, voorzitter. En dan is mijn gewoonte om dan te vragen, is dat alles? Het antwoord was, ja, wat wil je dan nog meer? Nou ja, ik zei, moet er nu ook niet meer wat gezegd worden? Want alleen een foto, dat is ook zo wat. Maar ik had niet verwacht dat ik mocht inspreken. En dat is toch een bijzonder moment hier. Misschien ook wel in deze commissievergadering in de gemeente Coevorde. En mooi om u te zien als college en u als raad. Dank u wel voor de gelegenheid om toch een woord ook tot u te mogen richten. Want het is inderdaad vanuit het perspectief van de provincie een heel bijzonder moment ook voor u. En voor u als gemeente en alle vrijwilligers. Want inderdaad, ik memoreer dat ook maar. We zijn een bepaald moment begonnen. In 2013 om precies te zijn met het aanleggen van breedband, snel internet in heel de provincie. Ja, van onderop zoals het dan wordt genoemd. En dan hoop je dat iedereen ook vervolgens in actie komt. Tenminste, zelf ga je aan de gang. En we zullen dan hopen dat anderen het stokje ook over willen nemen. Vele initiatieven, uiteindelijk, en dat is ook een compliment waard, gekomen tot één bewonersinitiatief in Coevorde. En dat is geen sinecure, dat is echt een prestatie van je welste. Want ja, toch, iedereen doet zijn best, iedereen doet op zijn of haar wijze. Maar als je dan ook nog samen ervoor gaat, dat is denk ik een grote prestatie. Ik memoreer ook dat inderdaad Renet en de provincie en gemeente vooral heel erg goed hebben samengewerkt. Want nogmaals, er is wel geld nodig. Je kunt heel veel willen met elkaar, maar er is ook heel veel geld nodig om het te realiseren. We weten inmiddels zo'n 14,5 miljoen is nodig om het ook allemaal aan te leggen. En daarom was het ook zo mooi dat we in december hier ook konden zijn en u ook al zo'n moment met elkaar vierde. Door het besluit van de gemeenteraad, maar ook door het besluit van de provincie. En dat Renet aangesloten was en dat dus inderdaad die financiering rond was. Maar dat was wel het moment om aan de slag te gaan, om inderdaad nog eens een keer ja, dat hele moeilijke werk toch langs deuren te gaan. Om familie, maar ook buren en de mensen in het dorp ook te motiveren om ook te tekenen. En het is gelukt. Ik memoreer ook de Open Days uit 2017. U weet dat misschien. Maar in Brussel zijn de zogenaamde Open Days. Het college is daar ook altijd aanwezig en ook de provincie. En we mochten daar als provincie aanwezig zijn samen met initiatief De Wolde. Toch even dat moment ook dat ja, het toch wel bijzonder wordt gevonden in Europa. Hoe de aanpak is van het aanleggen van snel internet in de provincie Drenthe. Want de gemeente De Wolde had er ook een prijs voor gekregen. En dan word je daar ook uitgedaagd om een presentatie te geven. Dat is er ook gebeurd. Ook vanuit De Wolde, van de initiatieven van Breedband De Wolde, is daar ook een mooie presentatie gegeven. En daar kwam uiteindelijk aan de orde, dat wil ik u niet onthouden, dat anderen, dus andere lidstaten, andere landen ook zeiden, hoe kan dat nou? Dat je als overheid zoveel geld geeft in handen van je inwoners. Zo was het wel en zo is het wel. De gemeente heeft een lening, een deel zelfs ook in aandelen, in eigen vermogen. De provincie heeft een lening gegeven. En dat betekent toch nog wel wat, want het is niet gebruikelijk, zeker als je dat van anderen hoort, dan besef je dat maar al te goed, dat je als je een initiatief hebt, dat er dan een lening komt en geld komt in miljoenen, om uiteindelijk ook in de handen te leggen van een bewonersinitiatief. En dat werd mij daar wel heel erg duidelijk op dat moment. En we kloppen onszelf niet zo snel op de borst. Dat moeten we ook niet gaan doen. Want dat hoort niet bij ons in Drenthe. Maar ik zeg het u toch maar. Dat wordt door anderen nog steeds gezien als van hoe lukt dat jullie? Hoe kan dat nou toch? Dat je zoveel vertrouwen hebt in je inwoners. Dan moeten we even laten beseffen wat dat betekent als je dat zegt. Maar het is dus niet allemaal kommer en kwel. Ook niet in de relatie tussen overheid en inwoners. Want als je met elkaar dit constateert, dit heugelijke moment ook viert, dan mag dat ook best gezegd worden dat er wel degelijk vertrouwen is tussen inwoners en de overheid en ook het gemeentebestuur en de provincie. Nou, dat gezegd hebben we allemaal vandaag de foto, de kers op de taart, dit weekend 1 april, meer dan 45%, het wordt nog veel meer. Nou, dat wordt denk ik alleen maar beter en mooier, zo'n business case die je hebt uit te voeren. En daarom ook vanuit het provinciaal bestuur, dank aan alle vrijwilligers, u allen en nog veel meer denk ik ook. Samen met de gemeente, met Renet, hebben we de uitdaging aangegaan. En ik kan alleen maar constateren dat dat een succes is. Dat smaakt naar meer en wat ons betreft gaan we er ook mee door met die samenwerking. Ik hoop van harte dat dit moment leidt tot het resultaat.
Want er moet nog heel veel gebeuren. Ik wil geen domper op de feestvreugde zetten. Maar ik weet nu inmiddels uit ervaring dat wanneer dit moment is geweest, het echte werk ook nog gaat gebeuren. Namelijk die kabels moeten de grond in. En dat is geen sinecure, dat is zwaar werk, dat is veel werk. En ik hoop van harte dat iedereen het geduld kan opbrengen. Want ik heb inmiddels ook gemerkt, dat geef ik u ook mee, dat als je als een van de eersten aan de beurt bent, je heel blij bent. Maar als je wat later aan de beurt bent, misschien wel aan het einde van het verhaal, je even nog moet wachten. En wachten duurt lang. Gefeliciteerd u allemaal met elkaar, gemeente, gemeenteraad, college en u als vrijwilligers namens de provincie Drenthe. Dank u wel. Ja, u wilt het woord? Nou, vooruit dan maar. Ik behoor niet tot de insprekers. Maar ik wil toch graag namens het college nog wel even iets zeggen. Want u hebt als commissie natuurlijk net al even de felicitaties overgebracht. En als college hebben wij het ook regelmatig gehad over juist dit initiatief. We hebben het als voorbeeld gebruikt. We hebben het gebruikt op momenten dat we misschien nog wel wat twijfel hadden, zou het allemaal lukken, ja of nee. En dat is niet de laatste weken, maar ook ver daarvoor al. Het is een inwonersinitiatief. We hebben dat vertrouwen aan elkaar gegeven, inwoners en gemeente, dat we daar het beste van konden maken. En het was af en toe best moeilijk om als gemeente toch even op je handen te gaan zitten. He, want dat was niet onze eerste reflex in zijn algemeenheid. Maar dat is wel de stijl van deze gemeente geworden in de afgelopen jaren. En dat hebben we ook steeds volgehouden. En dat blijven we ook steeds volhouden. En dan zie je en dat dit college met dat vertrouwen ook ontzettend trots is op de kracht die onze samenleving laat zien. In deze fase van zo'n groot en belangrijk initiatief voor de toekomst van onze gemeente. En bijdraagt ook aan de toekomst van de provincie Drenthe. Dus het is echt een grandioze prestatie. Het college is daar ook ontzettend verheugd over dat dat op deze manier allemaal is gedaan. Met ook de complimenten aan de provincie Drenthe voor de steun. Voor het nemen van het initiatief en het ook erbij blijven, zeg maar, om te zorgen dat dit initiatief ook financieel gerealiseerd kan worden. Dank ook natuurlijk aan onze raad, die ook het vertrouwen heeft gegeven aan dit initiatief. Maar dan toch ook vooral dank aan al die vrijwilligers die in de afgelopen jaren, want daar spreken we over, zich zo ingezet hebben dat dit tot stand is gekomen. Dus ik ben ontzettend blij samen met de collega-collegeleden dat wij dit als gemeente Coevorden kunnen doen. Iets waar wij in geloofd hebben en met elkaar als gemeente, als inwoners, als gemeenteraad. Dus ik vind dit een fantastische prestatie. Dank u wel. Dank u wel, meneer Sliers. Ik kijk even om me heen. Als iedereen zitten blijft, dan hoef ik niet te schorsen. Maar u blijft zitten. U gaat weg. Het is heel interessant. We krijgen heel interessant. Elke avond is interessant bij ons. Dus u kunt ook blijven zitten. Maar in ieder geval wens ik u wel thuis en fijn dat jullie hier geweest zijn. En dan schors ik even een moment tot het weer rustig is. Dan is de rust weer gekeerd en dan heropen ik deze vergadering. Zetten de vergadering weer voort. En dan wil ik de heer Sasse het woord geven over het probleem Kleine Veld 2931 in Dalen. Meneer Sasse. Dank u wel, voorzitter. Geachte leden van de raad. Ik ben Jeroen Sasse. Ik woon op Kleine Veld 31 in Dalen. Ik spreek namens mijn eigen gezin, maar ook namens onze buren, familie Neudeboom. Wij hebben in 2004 een perceel grond gekocht van de gemeente Coevorden om daar onze huizen en bedrijfshallen te realiseren. Vanaf het allereerste moment hebben wij hier alleen maar problemen mee gehad en heeft ons dit vele slapeloze nachten bezorgd. Toen de bouw was afgerond, werden we voortdurend geconfronteerd met verzakkingen van bestrating, riolering, regenwaterafvoer, waterleiding en gasleiding, wat tot gevaarlijke situaties leidde.
We hebben voortdurend contact gezocht met de gemeente Coevorden, met verschillende ambtenaren en de burgemeester en gevraagd om het grondverzakkingsprobleem te helpen oplossen. Dit lukte niet. In 2011, toen we in afwachting waren van de rechtszaak tegen de gemeente Coevorden, werd er door de toenmalige wethouder contact met ons gezocht om de situatie te bespreken. Na 7 jaar negatieve energie en hoop getouwtrek heeft de gemeente ons een definitief voorstel gedaan op basis van de door de gemeente voorgestelde uitvoeringsoplossing. Voorwaarde van de gemeente was dat wij opdracht zouden verstrekken aan een door de gemeente voorgestelde aannemer die onze problemen zou oplossen. Daarnaast had de gemeente als eis dat wij hiervoor een finale kwijting moesten tekenen. Wij hadden daarin geen keuze. Het was dit of niets. Nu, weer 8 jaar verder, blijkt de toen gekozen oplossing niet het gewenste resultaat te hebben. Uit recent onderzoek van de VUGO blijkt dat het verzakken van de grond ook in de toekomst door zal gaan. Wij blijven dus last houden van verzakking van de bestrating, leidingen, gasleidingen met alle gevaren van dien. Daarnaast is de huidige situatie zodanig dat we een huis en een bedrijf zal hebben waarvan de waarde sterk gedaald is door deze problematiek. Mogelijk onverkoopbaar, aldus een plaatselijke makelaar. De afgelopen 2 jaar is veel contact geweest met de door de gemeente gekozen aannemer, maar dit heeft nog niet geleid tot een voor ons wenselijke oplossing. Daarom hebben wij recent per mail 5 februari 2019 de wethouder verzocht om over dit probleem in gesprek te gaan. Echter, deze laat ons per brief weten van 18 februari hoezeer wij de situatie ook betreuren, zien wij voor ons geen rol om in een gesprek te gaan voor een oplossing. De vaststellingsovereenkomst die wij hebben afgesloten is voor ons hierin leidend. Nu, na 15 jaar met problemen kampen, zijn wij ten einde raad en hopen dat de gemeente Coevorden ons wil helpen en de belofte die ons in 2011 is gedaan, het probleem oplossen, nakomt. Dank u wel. Dank u wel, meneer Sasse. Ja, blijft hem even staan, want waarschijnlijk zullen er wel een aantal commissieleden zijn die u misschien een vraag willen stellen. Wie mag ik daarover het woord geven? Meneer Hoedemaker. Meneer Sassen, dank voor uw verhaal. En duidelijk dat het u enorm emotioneert allemaal. Ik had een paar vragen voor u. Want ik begrijp dat u in zee gegaan bent met door de gemeente vastgestelde aannemer. Ja, oké, dat is de. En u zegt iets verderop in uw verhaal dat uit onderzoek van Fugro blijkt dat het verzakken doorgaat. Hoe komt dat? Hoe komt die verzakking? De ondergrond. De ondergrond is. Ja, er komt in de ondergrond. Er zit een pakket veen. En ja, achteraf. Pardon? Er zit een pakket? Een pakket veen zit er in de grond. Ja. Maar ze noemen het ook, ja, achteraf, nadat we alles wisten, noemen ze het een eendegat. Bij, ja, mensen in Dalen bekend. Maar niet bij ons. Anders hadden wij het natuurlijk nooit gekocht. Achteraf wetende, ja, met alle problematiek. En wij, ja, en wij woonden er prima verder. Alleen, ja, het huis staat goed, de schuur staat goed. Maar alles wat eromheen zakt gewoon weg. Het eendegat, zegt u, van de reef, is daar vroeger een gat geweest wat later opgevuld is? Ja, dat is in de loop der jaren, is er gewoon met bermgrond en, nou ja, er heeft vroeger een boer, het is gewoon landbouwgrond geweest en die kon gewoon niet met zijn eigen trekker op het erf. Omdat die anders. Oké, okay. Ja. En bent u en de familie Neutenboom de enige getroffenen? Of, want ik zie hier op een kaartje wat ik voor me heb dat u op een bedrijventerrein woont. Ja, en ik kan me voorstellen dat er dan meer buren dat probleem hebben. Nou, het is een cirkel van een
ruwenschatting 75 meter in de rond. Ja. En een woning naast ons, daar staat de woning, die staat, is ook geheid. En de schuur staat alweer op grondverbetering. Dus dat houdt in dat daar de grond alweer dusdanig goed is dat er niet geheid hoeft te worden. Maar ook die hebben, maar de grens zit echt tussen onze kavel en de kavel van de familie Neuteboom. Daar is het slechtste stuk. En daar ligt het ene gat. Echt uit de, een wel noemen ze het ook wel. En dat is de plek waar, waar gewoon de man die het grondonderzoek deed, die zegt, u woont erbij te Ertenzoek. En uw panden zijn niet geheid? Jawel. Het huis en de schuur is ook niks meer los. Oké. Okay. Voor de familie Neuteboom net zo. Die hebben alles wat, en naar aanleiding van het sondatierapport, wat we hebben laten doen toen wij de grond van de gemeente kochten, hebben wij, kwam eruit, jullie moeten naar heen. Nou ja, dat was een tegenvaller financieel, maar ja, dat hebben we gedaan. En sinds 2005 staan de gebouwen en die zijn afgelopen jaar nog weer opnieuw gekeken van hoe staan die. En die zijn gewoon geen millimeter verzakt. Dus dat is allemaal, het is puur het straatwerk. De riolering, de gas, noem maar op. Goed, dank u wel. Goed, dank u wel, meneer Hoedemaker. Verder nog commissieleden, de heer Soppen. Meneer Sassen, vindt u dan dat de verkoper van de grond in gebreke is gebleven? Had hij kunnen weten dat daar een eendegat was en had hij dat moeten melden? Ik ben van mening van wel. We hebben in de periode 2004, 2005, toen we begonnen te bouwen, toen begonnen de problemen te ontstaan. En wij aangegeven, vanaf daarheen naar de gemeente toe, van jongens, er is wat aan de hand. Kruger zegt in de woorden van de ambtenaar die zegt, meneer Sassen, u het pech gaat, had u maar beter op moeten letten. Dat is wat ik voor kreeg. Op dat moment hebben we een keuze gemaakt en we zeggen, jongens, we moesten bijna 800 kub grond aanvoeren om op normaal peil te komen. Uiteindelijk hebben we dat gedaan, in overleg met de aannemer van, jongens, vul het maar aan, wij moeten daar bouwen. Hè? En uiteindelijk hebben we gebouwd. En uiteindelijk de straat gelegd en toen begon de straat wat te verzakken, de riolering knapte af, de gang liep over, met alle gevolgen van dien. Uiteindelijk hebben we weer naar de gemeente en de gemeente die heeft ons bepaalde informatie verstrekt over het kleine veld, over van allerlei dingen. Alleen er is een rapport van de firma in uit mijn hoofd, Touw, de bedrijf heeft in 1994 voor de gemeente wat gedaan. En er zit een pagina in. Daarop staat, gat in terrein, dient nader onderzocht te worden. Dat is een pagina, dat is een onderdeel van dat rapport. Ik denk dat het dat gat is. Voldoende, meneer Sop. Nog andere commissie. Ja, mevrouw Sieben. Dank u wel. Meneer Sasser, ik wil u niet meer te lang lastigvallen, maar u schrijft dat de verzakkingen ook in de toekomst nog door zullen gaan. En u vraagt eigenlijk naar een oplossing, maar heeft u zelf ook een oplossing in gedachten? We hebben de wethouder aangeschreven omdat wij gewoon, wij zijn leken op dit gebied. Wij weten het ook niet. En uiteindelijk, we hebben vanaf 2005 tot aan nu, we hebben nooit om geld gevraagd. We hebben alleen gevraagd, willen we een oplossing? Voldoende beantwoord, denk ik. Anderen? Ja, dan heb ik de eerste vraag eigenlijk van, heeft de wethouder nog een oplossing? Die komt zo aan de beurt. Als wij klaar zijn, dan krijgt de wethouder nog even het woord. Zijn er nog verder commissieleden die vragen hebben? Dan stel ik voor om een reactie te vragen aan de wethouder. Ja, op de vraag of de wethouder hier een oplossing voor heeft, dat is natuurlijk wel een hele gemakkelijke vraag. Want ik betreur natuurlijk ook de situatie waarin beide families zich bevinden. En, alleen, wij hebben daarin als gemeente in 2011, en dat moet ik natuurlijk zelf ook uit het dossier halen, hebben wij als gemeente een verantwoordelijkheid genomen. En daarin zijn we gekomen tot een vaststellingsovereenkomst. Waarbij dat gebeurd is nadat er onderzoek heeft plaatsgevonden. Dat is ook de informatie waar ik mij op moet verlaten. En in die vaststellingsovereenkomst is op basis van de destijds gekozen oplossing
Die op dat moment ook voldoende leek te zijn, omdat daar deskundigen naar hebben gekeken. Deskundigheid die wij overigens ook zelf niet in huis hebben. En die wij ook met elkaar hebben moeten inschakelen. En op basis daarvan is een vaststellingsovereenkomst getekend. Een vaststellingsovereenkomst tegen finale kwijting. En hoe vervelend dat dan ook is, maar daar heb ik op dit moment wel mee te doen. Er is dus door deskundigen gekeken. Er is door deskundigen ook een oordeel geveld. En vervolgens is er ook door een aannemer op basis daarvan zijn de werkzaamheden uitgevoerd. Nou, en als je dan als gemeente daarin tegen finale kwijting een oplossing samen bespreekt en aanbiedt. En je tekent beide die overeenkomst. Ja, dan kan ik niet anders als mij dat als uitgangspunt laten zijn. Dank u wel voor de reactie. Ik zie nog een vinger bij mevrouw Driehuis die zou nog een vraag hebben. Dank u wel, voorzitter. Eigenlijk eventjes twee vragen. Was het bekend bij de gemeente dat dat gat daar voor problemen eventueel zou kunnen, dat problemen zou kunnen veroorzaken gezien dat rapport van Touw wat er ligt? Ik snap dat u zegt van u heeft via die vaststellingsovereenkomst en finale kwijting eigenlijk niet meer de verantwoordelijkheid, want daar hebben deskundigen naar gekeken. Maar die hebben het blijkbaar niet bij het juiste eind gehad, want het verzakt nog steeds. Vind je dan niet dat daar nog steeds een bepaalde verantwoordelijkheid ligt? Want u heeft gezegd, we gaan het oplossen, maar het is niet opgelost dus. Nee, maar ja, dat is ook wel, dat zou het probleem zijn. Hè. Kijk, op het moment dat wij weten dat daar iets is, op dat moment, volgens mij juist voordat er een gerechtelijke procedure zou plaatsvinden, is men tot een schikking gekomen. Met als uitgangspunt dat dit voldoende zou moeten zijn. En dat is waar ieder, ook de families, op dat moment ook achter stonden. En we hebben gezegd, nou, dan willen wij dat wel doen, maar dan is het tegen finale kwijting. Want er is nu een oplossing en we doen dat tegen finale kwijting. En als u mij nu vraagt, ja, vindt u dan, als het nu weer verzakt, ja, dan is het voor mij lastig om daar op te antwoorden dat ik vind dat wij nu nog eens een keer weer die vaststellingsovereenkomst zouden moeten openbreken. En eigenlijk vind ik dat we dat niet zouden moeten doen. Dat uitgangspunt, dat kies ik ook op dit moment. Omdat de vaststellingsovereenkomst voor ons daarin leidend is. En op het moment dat wij daarin zouden moeten bewegen, dan denk ik dat daar wegen zijn die de familie zou moeten kunnen bewandelen om daarover misschien toch op een andere manier ons te dwingen wellicht om tot een vergoeding te komen. Maar om dat nu vanuit onszelf te doen, daar waar een vaststellingsovereenkomst op tafel ligt, ja, dat vind ik op dit moment nog te ver gaan. Dank u wel, dat is duidelijk. Nou, nog één keer mevrouw Driehuis. Maar hoor ik u nu eigenlijk zeggen dat u de families aanraadt om een juridische procedure op te starten, om hun gelijk te krijgen? Nou, ik zou in ieder geval de familie aanraden, in dit geval, ja, dat is nou eenmaal zoals we in Nederland zouden kunnen werken en ook vaak werken. Ik zou de familie adviseren om in ieder geval juridische bijstand daarvoor in te winnen, om te kijken wat hun volgende stap zou moeten zijn. Want om zomaar een vaststellingsovereenkomst open te breken, vaststellingsovereenkomsten die zeker ook tegen finale kwijting zijn opgemaakt, ja, wij zullen toch ook als gemeente daarin een wat stringentere houding moeten kunnen aannemen, is mijn overtuiging. Anders hoeven wij dit soort overeenkomsten niet meer af te sluiten en worden het allemaal open einden. Standpunt is duidelijk. Voor alle commissieleden duidelijk. Of zijn er nog dringende vragen? Nee. Dan krijgt u nog de kans om één keer te reageren, meneer Sassen. Ik heb één vraag. Waarom moesten wij opdrachtgever worden naar de aannemer? Waarom de gemeente kiest de aannemer? De gemeente heeft een opdracht uit laten voeren bij de FUGO. En wij moeten opdrachtgever worden. Die link kan ik niet helemaal leggen. Hè? Uiteindelijk is er een FUGO-rapport gemaakt. De gemeente Koevoorn heeft een opdracht daarvoor gegeven. De uitgangspunten in dat rapport komen niet overeen. Hebben wij ook aangegeven in dat rapport in 2011. Van jongens, als jullie dat gaan doen,
Ook voor 2005, hè, want de basis van alle berekeningen die in 2011 zijn gedaan, gaan allemaal uit van de situatie in 2005. Maar van alle 20, 30, 40 jaar daarvoor, alle grond wat daar aangevoerd is, dat zijn allemaal settingen op de veen. En waarom, waarom is er op dat moment gekozen voor, wat was de gedachtegang van de gemeente erachter, om op dat moment te zeggen, en wij waren 7 jaar, waren we al bezig. Hè? Wij kregen de oplossing voorgeschoteld en de gemeente zei, dat is de oplossing. Op dat moment, na die 7 jaar aan wij zoiets, wij wilden graag eraf. Hè? En als dat de oplossing was zijn, dan stond ik hier niet. Hè? Dan wouden wij daar gewoon nog 30 jaar wonen. Maar, ja. Uw vraag is duidelijk. Kunt u een antwoord op geven waarom de gemeente de particuliere opdracht, aan de aannemer rechtstreeks de opdracht moest gunnen? Nee, dat kan ik niet, want ik, ja, ik ben daar niet bij geweest. De beelden die ik daar vanuit het dossier bij heb, die neigen daar ook niet echt toe. Maar ja, nogmaals, ik ben daar niet bij geweest. En als het gaat om de gemeente, heeft de oplossing niet bedacht. Die heeft zich ook bij laten staan door deskundigen. En vanuit die deskundigheid is er gezamenlijk gekeken of er een voldoende oplossing gevonden kon worden. Nou, dan ga ik nu niet mijn verhaal herhalen. Maar dat is de situatie geweest. Dus de gemeente heeft die wijzer ook niet in pacht. Maar die heeft ook die deskundigheid zelf moeten inhuren. Dus. Maar dat is wel de verantwoordelijkheid van de gemeente geweest om dat onderzoek te laten uitvoeren. Dank u wel. Meneer Sassen, ik blijf me niets anders over te danken voor uw inbreng. En u toch succes toe te wensen op een verder loop van zaken dat nog eens een keer goed komt. Maar op het ogenblik ligt het hier en kunnen we er niet echt verder mee. Yes. Ik wil toch in ieder bedanken voor de aandacht en ik hoop dat er mensen zijn die toch nog eens over na willen denken. Dankjewel. Goed, wij gaan verder met de agenda. En dan kom ik bij punt 6, het raadsvoorstel afdoening ingekomen stukken. Of zie ik verkeerd? Ga ik te veel? Vraag een uurtje. Sorry, ik loop te hard. Als ik er snel thuis ben, het lukt toch niet meer. Maar we gaan verder met vragen uurtje inderdaad. Die sla ik over. Er is in ieder geval vandaag heeft de heer Dorgelo aangegeven dat hij gebruik wil maken van het vragenuurtje met betrekking afval door AREA. Ik geef de heer Dorgelo het woord. Mevrouw Pussen, maar er stond op mijn formulier de heer Dorgelo, dus neem me niet kwalijk. Nee, dat klopt. U ziet er niet uit als hem. Nee, ja, dat klopt. Nee, de heer Dorgelo is ziek, dus ik neem dit punt even over. We hebben vragen naar aanleiding van de verstrekte informatie van de gemeente over de frequentie van het inzamelen van het afval door AREA. De wijziging betreft onder andere dat de huisvuilcontainer voor het restafval vanaf 1 april in plaats van eens per 2 weken, eens per 4 weken zou worden geleegd. En wij en veel inwoners maken ons zorgen over overlast van restafval en dan met name incontinentiemateriaal en luiers. Na eerdere vragen door ons gesteld in de commissie van 5 maart zijn wij benieuwd naar de wijze waarop de gemeente een passende oplossing biedt voor mensen die hiermee te maken hebben. Waar kunnen de inwoners terecht indien geconfronteerd met overlast als gevolg van deze problematiek? En welke mogelijkheden biedt de gemeente aan voor inwoners die te maken hebben met overlast door incontinentiemateriaal en of luiers? Ja, dankjewel. Het is natuurlijk kort geleden ter sprake geweest waarin de wethouder aangegeven heeft dat hij met een en ander bezig is, dat hij een en ander uit zou zoeken. Maar misschien dat hij al een oplossing heeft, de heer Huizing. Ja, dank u voorzitter. Die oplossing waar toen over gesproken is, dat was een oplossing op termijn. Dus daar, daar heeft iemand die nu veel incontinentiemateriaal heeft, veel luiers heeft, heeft daar niet zoveel aan. We hebben in ieder geval, of uw raad heeft bij de vorige behandeling in november vorig jaar, was het volgens mij, heeft vastgesteld dat mensen die veel incontinentiemateriaal hebben, sowieso een gratis extra restafvalcontainer kunnen krijgen. En daarnaast, en dan ga ik ook een beetje reclame maken voor de website afvalinkoevoorde.nl. Op die website staan een aantal veelgestelde vragen en één daarvan is, ik heb veel luis of incontinentiemateriaal, hoe moet ik daarmee omgaan? Nou, daar staat kort samengevat, wat antwoord geven eigenlijk op twee punten. Het eerste punt is, wat we ook in veel reacties van mensen zien, stankoverlast. Daar is het advies,
Zorg gewoon dat het in een goede dichtgebonden zak in de restafvalcontainer zit. En dan zijn de ervaringen dat de stankoverlasten, dat dat keurig binnen de perken kan blijven. En als het gaat om de hoeveelheid, als je echt heel veel incontinentiemateriaal of luiers hebt, wordt daar ook het advies gegeven om contact op te nemen met het klantcontactcentrum van Area. Dan kan de afvalcoach kan langskomen en die kan de beoordeling ook maken van is hier nou sprake van afvalscheiden wat nog verder geperfectioneerd kan worden waardoor één restafvalcontainer toch voldoende is. Of is hier inderdaad sprake van een situatie dat hoe goed je je best ook doet met afvalscheiden dat het niet gaat lukken. En ook in dat geval is er een gratis extra container, kan die afvalcoach dan voor jouw huishouden aanvragen. Ja, dank voor de toelichting. Mevrouw Jaspers, is dit voldoende, mijn antwoord? Ja, dank u wel. Goed, ik heb verder geen aanmeldingen binnengekregen. Ik kijk even rond. Niemand heeft spontaan ook iets voor het vragenuurtje, neem ik aan. En dan gaan we nu dus wel verder met punt 6, raadsvoorstel afdoening ingekomen stukken. Ik wil de commissie erop wijzen dat over de stukken vragen gesteld worden over politiek statement. En als er veel vragen zijn, dan beveel ik aan om bij de agendacommissie te verzoeken het stuk te agenderen voor de volgende vergadering. Maar dat is u allen duidelijk. Dan gaan we eerst naar punt 1. Dan kom ik punt 6. Ik heb het even kwijt. Sorry, even op zoek hoor. Sorry voor het oponthoud, 6A1. En dat betreft de onderwerp wijziging verordening ambtelijke bijstand en fractieondersteuning 2018. En de brief. We zijn bij regelkomstukken. Oh, hier gekomen stukken. Dat is dan. Ja. Sorry. 6A1, ik zit toch gelijk al aan het agendapunt. Ik sla al die brieven maar over voor de snelheid. Ik ben wel snel vanavond, moet ik zeggen. 6A1. De brief aan de Raad Karennota 2020 Recreatieschap Drenthe. Wie zou daarover willen spreken? Dan gaat het toch snel vanavond. 6A2. Brief van het college betreffende de brief aan de Raad frequentiewijziging en invoering milieupassen. De heer Sop. Dankjewel, voorzitter. Twee korte vragen aan de portefeuillehouder. Omdat er bij de milieupas geen verplichting tot legitimatie is, kan dit de fraude in de hand werken. Hoe denkt de wethouder toch te kunnen handhaven? En tweede vraag, even ook een korte vraag. Gezien de signalen die we ontvangen van ondernemers en dan met name de hoveniers, is de invoering van de milieupas ook gecommuniceerd met de bedrijven / ondernemers? Om met de eerste te beginnen, nee, het klopt. De milieupas staat ook niet op naam, staat op adres. Of is gekoppeld aan een adres. Dat betekent inderdaad dat je een milieupas kan uitlenen. Op het moment dat je dat doet als inwoner, werk je er dus ook aan mee dat je eigen lasten hoger worden. Dus volgens mij moet dat al voldoende intrinsieke motivatie zijn om dat vooral niet te doen. Een koppeling aan een paspoort. Dat had ook geen soelaas geboden, omdat je dan echt een pas op persoon moet gaan hebben. En we hebben er bewust voor gekozen om nu op deze manier de drempel op te werpen, omdat we denken dat we daarmee al een hele hoop afvaltoerisme noemen kunnen tegengaan. En de ervaringen zullen moeten uitwijzen of dat inderdaad ook echt voldoende is. Maar we hebben daar samen met Area alle vertrouwen in dat dat moet gaan helpen. En de tweede, de bedrijven. Het feit dat u benaderd bent door bedrijven geeft al aan dat juist die veel kleinere bedrijven dat die goed op de hoogte zijn van wat er speelt. Omdat ze vaak ook als inwoner al woonachtig zijn. En we hebben met Area hebben we ook de afspraak gemaakt dat ze ook vanuit Area zakelijk nog een aanbod gaan krijgen. Dat is dan niet op de Milieustraat. Want de Milieustraat is echt alleen maar bedoeld voor ons huishoudelijk afval. Waar we als gemeente de verantwoordelijkheid ook voor hebben. Maar goed, die,
die bedrijven willen we, om ze toch inderdaad tegemoet te komen, willen we dat aanbod via AREA nog laten doen. Maar dat gaat dus verder buiten ons als gemeente om. Voldoende, Soppe? Aanvullende vraag? Graag nog één aanvullende vraag. De medewerkers bij de milieustraten die kunnen toch ook even vragen naar een paspoort of een rijbewijs. En ik denk als je daar in het begin streng aan houdt dat iedereen wel door heeft dat er geen fraude gepleegd kan worden op die manier. En dan handhaaf je volgens mij wel. Nou ja, het punt met een paspoort of een rijbewijs is dat op een paspoort staat geen adres. Een rijbewijs, ik moet hem nakijken, maar volgens mij ook niet meer tegenwoordig. Dus dat geeft eigenlijk nog helemaal niks aan. Het geeft alleen maar een extra belemmering voor mensen. En volgens mij hoef je dat niet te doen, want je hebt die passen, heb je gewoon. En medewerkers hebben zelf ook wel aangegeven van wij gaan in ieder geval in de gaten houden. En mensen die veel vaker komen, daar gaan we wel eventjes bij houden van hoe zit dit precies. Maar ze geven zelf al aan van wij denken dat dat voldoende moet zijn. En als wij dagelijks dezelfde gezichten zien, ja, dan gaan we ook wel alert worden. Dank u wel voor de toelichting. Verder nog commissieleden die hierover willen praten? Niemand. Dan gaan we met punt 6a3. Briefraad deelname jongeren op gezond gewicht. Wie? De heer Zoppen. Korte vraag aan de portefeuillehouder. Goed initiatief, dat Joch. Maar onze vraag is, en misschien was het ergens te vinden, maar zijn er ook cijfers bekend om hoeveel jongeren er gaat in Coevorden en hoe zich dat verhoudt tot de omringende gemeenten? Over jongeren hebben we natuurlijk heel veel verschillende cijfers. Dus het is niet eenduidig te koppelen aan dit onderwerp. Dus ik kan niet zomaar zeggen van we zullen zoveel jongeren bereiken. We proberen natuurlijk zoveel mogelijk jongeren te bereiken. En zeker de jongeren in de kwetsbare groepen van onze samenleving. Dus we proberen met Joch zoveel mogelijk jongeren te bereiken. We proberen Joch zoveel mogelijk te implementeren in het programma Samenkrachtig, waarin preventie een belangrijke pijler is, zoals u weet, en waarin jongeren binnen die pijler een bijzondere aandacht hebben. En samen met mijn collega hier naast me leggen we het fundament voor de preventie voor de komende jaren. En daarin zal Joch een rol spelen. En u weet niet helemaal de geschiedenis van Joch, dat kan ik u niet kwalijk nemen, want ongeveer 4 jaar geleden zijn we, 4,5 jaar geleden, waren we nog Joch-gemeente, maar die hebben we in onze bezuinigingsafspraken toen stopgezet. En we zijn nu gelukkig weer in de omstandigheid dat we A, preventiebeleid hebben, jeugdbeleid hebben en financieel ons kunnen permitteren om ook deze lidmaatschappen en dus ook de ondersteuningen vanuit die organisaties ons weer kunnen permitteren. Dank u wel. Maar er zijn geen cijfers bij u bekend die duiden op hoeveel jongeren met overgewicht in onze gemeente zijn. Die kunnen wij wel even, maar ik heb ze niet zo bij de hand. En ik denk dat u ze zelfs wel kunt vinden op de website van de GGD. Want er is een onderzoek, een gezondheidsonderzoek onder jongeren en volwassenen. En die gebeurt iedere 4 jaar. Maar ze zijn er wel, maar ik heb ze hier zo even niet paraat. Maar ze zijn er. Dank u wel. Dan kan de heer Soppen zoeken op de site van de GGD of iets dergelijks. Verder geen vragen hierover. Dan gaan we verder met 6A4. De brief in de raadstand van zaken regio deal Zuid- en Oost-Drenthe. En wie? Meneer Bulder. Ja, dank u wel, voorzitter. We hebben informatie gekregen 14 februari. Eerste informatiebijeenkomst over de regio deal. Gaat veel op ons afkomen in een korte tijd. Binnenkort hebben we alweer een volgende bijeenkomst, zag ik een uitnodiging voor 16 april. Maar mijn vraag aan uw portefeuillehouder is hoe de besluitvorming in onze raten eruit gaat zien en wanneer wij dit geagendeerd krijgen om zo de effecten ook goed in beeld te krijgen. De portefeuillehouder. Ja, voorzitter, we hebben het
de geweldige luxe dat we met twee portefeuillehouders werken zelfs. Omdat de regio deal eigenlijk voor vier portefeuillehouders geldt. Want alle portefeuillehouders komen eigenlijk aan boord in de regio deal. Want het gaat over wonen, het gaat over werken, het gaat over welzijn. En die moet u in de breedste zin van het woord opvatten. Dus al deze vier collegeleden zijn betrokken bij de regio deal. Uw vraag over wanneer de besluitvorming en hoe die plaats zal vinden, die zal ook op de 16e, wanneer u weer samen met de andere gemeentes, andere raden van de gemeentes en de statenleden aan u ook uitgelegd zal worden. En de planning is natuurlijk dat we in juni ergens, en ik doe het even uit mijn hoofd, dat we tot definitieve besluitvorming over kunnen gaan. Maar dat willen we natuurlijk in goede harmonie met u als raadsleden doen. Want financieel hebt u uiteindelijk het budgetrecht en dus het laatste woord. Wij hopen dat we met u de stappen kunnen zetten om de 20 miljoen die het Rijk beschikbaar stelt en de 10 miljoen die de provincie inmiddels door het college in ieder geval vastgesteld is, maar dat moet nog door de staten. Demissionair als ze zijn, hebben ze toch gezegd, hier gaan wij op aanhaken. Want wij kunnen ons niet voorstellen dat een volgend college van GS dit niet positief zal benaderen. Dus die besluitvorming die krijgt u ook de 16e gepresenteerd. En inclusief een indicatie over hoe de governance zal zijn. Want daar is nog wat over te spreken. Ook zal er dan opgewerkt zijn, hopelijk voldoende presentatie om u die diverse domeinen ook verder uit te lichten, zodat u echt een beeld hebt over wat er met de regio-deal de komende vier jaar in onze regio op gang gebracht kan worden. Dus de 16e, dan wordt u daarover verder uitvoerig geïnformeerd en dan bent u allen tegelijk, de staten en de raadsleden, op eenzelfde niveau ook op de hoogte van de stand van zaken dan. Want die gesprekken lopen zowel bestuurlijk als ambtelijk bijna dagelijks door. Ja, morgenavond hebben we daar een bijeenkomst over. Volgende week hebben we nog twee bijeenkomsten over. Ambtelijk lopen er 3-4 bijeenkomsten in de week. Dus het is onder hoge tijdsdruk. Maar wij nemen u volop mee en u kunt volop uw verantwoordelijkheid als raad nemen in dit proces. U bent aardig bijgepraat, meneer Mulder. Is dat voldoende zo? Dit is voldoende, dank u wel. Goed, de heer Nijenbanning zie ik de vinger. Ja, dank u wel, voorzitter. Ik heb nog een vraag aan de portefeuillehouder aangaande het pijler wonen. Hoe verhoudt zich deze pijler in het verlengde van de woonvisie van de gemeente Coevorden met betrekking tot stadswoningen in de dorpen? Nou, laat ik in ieder geval aangeven dat starterswoningen natuurlijk niet het enige item is wat ons bezighoudt in de regio deal. Misschien juist wel wat minder. We vinden wel dat er vanuit onze woonvisie altijd nieuwbouw moet plaatsvinden. Maar in de regio deal zullen we vooral aandacht hebben voor de onderkant van de private markt, voor de verpaupering in onze regio, zodat we ons richten op het behouden van kwaliteit in de dorpen en in de steden. En dat sluit prima aan bij onze woonvisie, want daar hebben we zelfs een herstructureringsfonds voor bedacht. Voldoende, meneer Nijenbanning. Verder nog commissieleden? Niemand? Oh, ja. Mevrouw Katerberg. Ja, dank u, voorzitter. Ik vind toch wel dat die planning na 16 april, ook 16 april zelf, zal krap worden, omdat we dan weer razendsnel terug moeten voor raadsvergaderingen. Is misschien ook nog iets om naar te kijken. Maar ik voel toch wel weer stoom en kokend water aankomen van 16 april, om dan voor 1 juni een gedegen besluit te kunnen nemen. Dus dat wil ik toch wel graag meegeven. Ja, voorzitter, ik begreep de bezorgdheid daarover en die delen wij ook, maar wij zitten niet alleen aan tafel en wij bepalen niet alleen het tempo en de datums. Dat wordt ook door het Rijk bepaald en dit kabinet wil prestaties leveren. Die wil op een andere manier met de regio omgaan, wil de regio in de lead hebben. Dan moeten we dit kabinet meegeven dat ze daar
nou, als we het hebben over verbindend besturen, toch een beweging proberen te maken om die maar dan moet het dus wel een beetje op tempo. Anders dan wordt de minister ongeduldig en dan hebben de ambtenaren daar last van. En als ambtenaren daar last van hebben, dan heeft de provincie daar last van. En dan heeft de gemeente daar last van. Dus wij proberen het tempo te volgen, maar wij zullen u geen gekke voorstellen voorleggen waarvan u denkt van ja, had je nou iets kalmer aangedaan, dan was het beter geweest. Nee, er komen gedegen voorstellen naar je toe. Ja, dank u wel. Duidelijk, denk ik. Dan gaan we verder naar het volgende punt. 6A5 is enige tijd geleden ertussen uitgehaald. Dus we gaan verder met 6A6. Een brief van het comité Drentse op Stee. Wie mag ik daarover het woord geven? Meneer Nijmeijer. Dankjewel, voorzitter. Ja, naar aanleiding van het antwoord die beantwoord is door het college. En, de brief is in Drents. Ik ga dan ook maar verder in het plaat. In de brief daar waarin zegt van wij zijn slim wies met Tarhoes erfgoed en cultuurgoed. En de plaatsing van de Drentse naam, daar moet dat maar overlaten aan de plaatselijk belang. En verenigings. Wij kunnen dat natuurlijk, als PPC staan we erachter. Wij zijn ook van mening dat die best die naam op die bodem mocht. Maar nou heb ik eigenlijk de vraag aan het college van, als er nou een aantal verenigings bent die dat graag wilt, dan willen ze dat graag honoreren. Maar wij zijn eigenlijk van mening, als er een aantal bent, dan zou je eigenlijk de hele gemeente doen moeten. Is het college dan ook voornemens om met te gaan en dan ook de hele gemeente wordt het zult passen om een naambord te veranderen? Zweel, Hesseln, Dalen, Koven, ik noem ze maar zo in mijn aantal op. Om daar verder met te gaan als er een aantal bent die het initiatief neemt om die borden te verplaatsen. De voorzitter kon u goed volgen. Ik hoop de portefeuillehouder ook, denk ik wel. Zal ik een poging doen? Ook weer op zien plat dan ook maar, hè? Want dan bleef hij aan de stijl. En de brief was natuurlijk, het verzoek lag er natuurlijk in Drentstolig ook hiervoor. Maar ik begreep de suggestie wel, maar dat juist de afbreuk aan het principe wat we hier volgen wilt. Hè? We zeggen ja, laat het dan ook alsjeblieft bij de inwoners van de diverse plaatsen, of ze dat wilden of niet. Dan moet je dat ook zelf regelen als plaats. Je kunt ook nog discussie hebben over hoe schrijf je dan precies het beste die naam. Wij zeggen hier eigenlijk van nou, we hebben het dan al. En als het zoiets is, dan ben wij bereid door aan met te werken. En dan kan het ook niet zo weer dat je dat dan overal doet. Want het kunt best zo weer dat andere dorpen zeggen, je hebt hier geen behoefte aan. Dus dat is een beetje de lijn die wij hanteert. Voldoende, meneer Nijmeijer. Ja, de plaatselijke gemeente, dat is natuurlijk dat mooi. Maar ik vind ook, ben eigenlijk een beetje van mening, als je krijgt dan een beetje een tweedeling in de gemeente. Want ja, de gemeente op zich is ook een onderdeel van Drents. En als je dat niet helemaal steunt, dan zeggen we van ja, nou ja, misschien sta je toch niet helemaal achter het Drentse cultuurgoed. Dank u. Meneer Nijmeijer, we kennen grote verschillen in de gemeente. We hebben 28 kernen. In de Haar ben ze misschien snel met elkaar eens. En er zijn nog wat kernen misschien waar je zeggen kunt van nou ja, dat zal niet ingewikkeld zijn. Maar ik denk niet dat wij de discussie moeten voeren voor een gemeente als Dalen, of voor een plaats als Dalen, of voor een andere kern. Waar ze misschien wel hier genuanceerd tot de conclusie komen, nou, wij hebben dat liever niet. Dus die plek gaan we gewoon eigenlijk liever niet in. We hebben één basis en dat is de aanduiding die er dan is. Dat is de standaardaanduiding, die is altijd goed. En ook wettelijk gezien voldoet, dat is ook nog een aspect die metspeelt. Dus als er een verzoek ligt, u het dorp, dan gaan we door specifiek naar kijken. En dat, dan neem je op de koop toe dat verschil er weer mag. Hè. En sommige dorpen is de direct en andere dorpen misschien niet. Dat hoort wel bij deze consequentie. Maar dat doen we op meer plekken en ook steeds vaker, omdat wij dat ook belangrijk vinden. Dat we die ruimte geven aan de initiatieven uit de gemeenschap. Duidelijk, hier laten we het bij. Of er moeten nog andere commissieleden zijn die op dit onderwerp, hier meneer Stoker.
Ja, voorzitter, dank u wel. Ik ga het niet in Drents doen, want de heer Rolt is even naar de voren aangegeven. Nou, de volgende keer kan je het beter nog toch in het Nederlands doen. Ik heb nog alleen een vraag. In 2017 hebben wij dezelfde vraag gesteld, hebben we ongeveer eenzelfde antwoord gekregen. Alleen er is wel een groot verschil. Het Drents is nu gewoon als Neder-Saksisch erkend. En zoals ze in Friesland zeggen, daar waar de erkenning ook voor de Friese taal is, plaatsen wij het tweede bord in de Friese taal. Zou je kunnen zeggen, dat zou dan ook wat ons betreft in Coevorde kunnen en zouden we die wens kunnen volgen. Ik kan het college ook volgen waar zij in het prachtig Drents en eigenlijk al een voorzet geven op de erkenning van het Neder-Saksisch door het antwoord te geven in het Drents. Van, misschien zou dat dan aan de buurtschap moeten overlaten naar het dorpen. Ik ga wel een technische vraag stellen die ik graag beantwoord zou willen zien. Ik zou graag voor de begroting van volgend jaar beantwoord willen zien wat het ons gaat kosten als we alle namen in Drenthe per dorp en buurtschap en stad in het Drents zouden gaan vertalen. Daar heeft het college dan in ieder geval nog geen voldoende tijd voor om daar een antwoord op te gaan geven. Goed, ik kijk even of daar, dat kan altijd uitgerekend worden denk ik. Die toezegging die heeft u binnen, meneer Stoker. Geen meer op Drents. Dan gaan we verder het jaarverslag. Ja. 6A7, jaarverslag Bosbad Zwinderen. En wie wil daar iets over? Mevrouw Katenberg eerst. Ja, dank u wel, voorzitter. Bij toeval kwam ik rondom de Zwanenburg, de voorzitter van het Bosbad in Zwinderen tegen. En hij zei van ja, ieder jaar sturen wij het jaarverslag keurig naar de gemeente. Maar we horen er eigenlijk nooit iets op. Dus mijn vraag is eigenlijk of dit niet ter kennisneming kan worden genomen, maar dat het eigenlijk toch wel wenselijk is dat er ook een reactie naar het bad gaat, omdat het ook vrijwilligerswerk is wat daar geleverd wordt. En ik vind het wel gepast dat daar een reactie op komt. Wie dat zou moeten doen, ik weet niet wie contactpersoon is of de gebiedscoördinator, maar dat is mijn idee, ons idee. Horen misschien van de portefeuillehouder of die daar een idee over heeft. Nou ja, we hebben niet de gewoonte om alle jaarverslagen, want dat zijn er nogal een paar, om die op deze manier te behandelen. De zwembaden, als die bij de opening van het seizoen ons een uitnodiging sturen, dan geven we altijd acte de présence. En als zij dat willen, leveren we daar ook een bijdrage in de zin van of een felicitatie of een toespraakje of wat dan ook. En daarin wordt altijd de waardering voor de zwembaden nadrukkelijk uitgesproken. Dus wij zijn altijd bereid om de zwembaden en hun vrijwilligers een hart onder de riem te steken. Maar of dat nou op een jaarverslag moet, dat weet ik eigenlijk niet. Want we krijgen van heel veel organisaties een jaarverslag. Dus geeft u mij even tijd om dat te bedenken. Dan zal ik u daar te zijner tijd over antwoorden. Goed, uit mijn ooghoek zag ik daar ook vinger. Ja, meneer Bouwers. Ja, dank u wel, voorzitter. We hebben dit verslag gelezen en we moeten wel zeggen dat het is een keurig verslag die de goede stand van zaken weergeeft. En daar complimenteren wij het bestuur van dit zwembad Zwinderen. Goed, dat compliment hebben ze dan binnen. Meneer Mulder, zag ik. Ja, daar wil ik me graag bij aansluiten. Ook wij willen graag het bosbad complimenteren met een duidelijke jaarverslag. Maar ik snap ook de beantwoording van de portefeuillehouder. Want het kan niet zo zijn dat wij alle voetbalverenigingen en alle verenigingen hier in onze gemeente gaan behandelen. Want dan zijn we nou wel een paar avonden zoek. Dus lijkt mij zo goed. Maar we horen het wel even van de portefeuillehouder hoe hij hiermee omgaat. Dank u. Goed, nog meer fracties die ze daarbij aan willen sluiten bij die complimenten. Misschien is het een idee voor de wethouder om in zijn toespraakje in het begin van het jaar even te refereren naar de jaarstukken. Ja, mevrouw Katenberg. Ik mag inmiddels een jaar meedoen en ik heb nog niet veel jaarverslagen gezien als ingekomen stuk zo op deze manier. Dus het kan ook aan mij liggen, maar... Maar het was een keurig jaarverslag, hè? Daar zijn we met z'n allen over eens in ieder geval. Zijn we hierover uitgepraat? Ja. Dan gaan we het volgende onderwerp en dat is de brief Raad van State, de dato 11 maart in zaken zitting. Wie? De portefeuillehouder gaat even voor, als u het niet erg vindt. Ik zag ook geen vingers, maar meneer Huizing was heel snel. Ga uw gang.
Ja, voorzitter, bedankt. Want ik dacht, dit is een goede gelegenheid om te melden dat de zitting waar de uitnodiging voor bedoeld was, dat die inmiddels van tafel is, omdat initiatiefnemer en indiener van beroepen nogmaals om tafel zijn geweest en hebben geconcludeerd dat het beroep niet door hoeft te gaan. Dus de Raad van State heeft zijn werkzaamheden kunnen beëindigen. Goed, dan denk ik dat we met het volgende brief kunnen gaan. Ja, ik zie geen vingers meer. Dan gaan we naar 6B1. Brief van mevrouw Soppen, Zee Soppen, in zaken de lichtplaats Carmenta, westelijke stadsgracht. Wie zou hier nog wat over willen zeggen? Niemand? In dat geval gaan we naar het volgende agendapunt, 6B2. Brief 7 maart in zaken recreatiebeleid. Wie? Ook niemand. Oh, sorry, meneer Stoker. Ja, voorzitter, even heel kort. Ik ga nog niet in op de suggestie die mevrouw doet. Alleen, ze stelt volgens mij wel een vraag. Namelijk, ze voelt zich niet vertegenwoordigd door de Vereniging van Eigenaren en vraagt rechtstreeks benaderd te worden door de gemeente op het moment dat het aan de orde is. De vraag van mij is van, is het college of voornemens dat te doen? Nou, voorlopig zijn wij per park van plan om toch het liefst voor één aanspreekpunt te kiezen. Want u wilt niet weten hoeveel vakantiehuisjes er zijn en hoeveel mensen er niet aangesloten zijn bij een VVE. In dit geval hebben wij recentelijk met de VVE gesproken. De VVE is ook voornemens om plannen nader uit te werken. Plannen die ook deze briefschrijver nog niet kent. En die breed gedeeld zullen worden op het Zuiderveld. Ik zou toch wel adviseren ook aan deze mensen om af te wachten totdat die plannen er liggen. En dan eens te bekijken of ze wel of niet met de VVE weer in gesprek gaan om zich weer aan te sluiten. En we kunnen, als wij met elkaar dat park wat verder onder de loep gaan nemen, dan nog wel gaan kijken of er nog persoonlijke benadering nodig is en plaats moet vinden. Maar voorlopig kiezen wij ervoor om vooral met de VVE in gesprek te zijn. Aanvullende vraag. Mijn vraag is dan, van, zou u dan mevrouw daar in ieder geval van uw antwoord op de hoogte willen stellen? Want ik kan me voorstellen dat ze misschien wel niet kijkt of luistert naar wat wij aan het doen zijn. Maar dan weet ze in ieder geval dat er beweging is en kan ze uw advies daarin meenemen. Wij zullen zeker het contact zoeken en een duidelijkheid geven over wat onze lijn is. Maar daarvoor hadden wij eerst het gesprek nodig met de VVE en die hebben we nu heel kort geleden gehad. Goed, duidelijk zo denk ik, meneer Stoker. Verder niemand meer, dan gaan we bij de echte agenda, laat ik het dus aan en dan zeker zeggen. Punt 7. Ik geef even gelegenheid om te wisselen waar nodig. Goed, en ieder heeft zijn plaats weer aangenomen. En wil ik even nog kwijt dat voor de agendapunten 7 tot en met 12 dat gewoonte is om in de eerste ronde vragen te stellen. En in de tweede ronde dat het stuk dan in bespreking genomen wordt. En daarna kunnen we vaststellen of het onderwerp als hamerstuk of de bespreking op de agenda van de eerstvolgende raadsvergadering geplaatst wordt. Agendapunt 7, dat betreft wijziging verordening ambtelijke bijstand en fractieondersteuning 2018. Het voorgesteld besluit de verordening ambtelijke bijstand en fractieondersteuning Koevoorde 2018 te wijzigen. Dus eerste wijziging. Wie wil er over het woord? Niemand, dan is het een heel duidelijk stuk en dan neem ik aan dat het met hamerslag op de raadsvergadering geagendeerd kan worden. Dan gaan we naar punt 8. Punt 8 betreft het voorstel tot afgifte van een verklaring van geen bedenkingen voor het uitbreiden van stalruimte op het perceel Broekkampsdijk 2. Is dat 9? Ga ik alweer te snel. Ik word er niet zenuwachtig van, hoor. Punt 8, dat betreft een ander ontwerp. Ontwerp begrotingswijziging 2019 en algemeen financieel kader 2020 en verder van de EMCO-groep. Kennis te nemen van het voorgesteld besluit, de ontwerp begrotingswijziging 2019 en af te zien van de mogelijkheid gebruik te maken van het indienen van een zienswijze. En punt 2, een algemeen financieel kader 2020 en volgende jaren.
Wie zou er over het woord willen? Meneer Hoedemaker, eerst. Dank u wel, voorzitter. In het raadsvoorstel, op de eerste pagina, wordt aangegeven dat het bedrijfsresultaat verslechterd is met een bedrag van €243.000. En dat de belangrijkste oorzaak daarvan is de stijging van salariskosten en de inhuur van extern personeel. Kan de wethouder dat misschien toelichten? Dat extern personeel, wie zijn dat? Brink. Ja, voorzitter, dat kan ik toelichten. Het extern personeel betreft voornamelijk personeel in het groenbedrijf van de EMCO. U weet, de EMCO, en dat ziet u ook in de cijfers, dat het aantal WSW's gestaag afneemt, zoals ook de bedoeling van de wetgever steeds is geweest. Dat betekent ook dat we af en toe knelpunten tegenkomen in de bedrijfsvoering en dan met name in de groenvoorziening. En daar moeten wij dan om aan onze verplichtingen voor zowel de gemeente Emmen, Borgerhout-Doorn en een klein beetje Coevorden, om daar aan te kunnen voldoen, dan moeten wij toch extern personeel inhuren. Dank u wel. Verdere vragen? Heer Slomp. Ja, dank u wel. Ja, dit is toch wel een beetje een rituele dans, hè? We zien dit eigenlijk elk jaar voorbij komen de laatste 7, 8 jaar, misschien al wel langer. En onze vraag is of we dit nu niet kunnen voorkomen door gewoon 2-3% scherper te begroten. Want dat is wat we ongeveer zo jaarlijks zien. Brink. Ja, dank u voorzitter. Ja, de EMCO heeft de goede gewoonte, vind ik nog steeds, om conservatief te begroten, om voorzichtig te zijn met zijn begroting. Je kunt scherper begroten, maar u weet ook de onzekerheden die rituele dans, die overigens niet door de EMCO of door u ingezet is, maar die door het ministerie en het Rijk ingezet is, om die dans te voorkomen. En it takes two to tango. En omdat we dan eigenlijk het Rijk mee zouden moeten hebben in het vaststellen van de subsidies op het moment waarop we die begroting ook presenteren en vaststellen, denk ik dat we voorlopig nog even aan deze rituele dans vastzitten. En het college hecht er toch aan dat er voorzichtig begroot wordt, dan dat we op dit moment bij u zouden moeten komen om bij te passen. Want het risico loop je dan ook. Dank u wel. Verdere vragen? De heer Nijenbanning. Ja, dank u wel, voorzitter. Het Rijk lijkt nog steeds te veel te sturen op onrealistische aannames, waardoor subsidies achterblijven en het tekorten blijven staan. In motie 2018-08 van 19 juni 2018, mede ingediend op initiatief van onze partij, heeft de meerderheid van deze raad het college verzocht de staatssecretaris op de hoogte te brengen over onze zorgen en tevens onder aandacht te brengen bij de Tweede Kamer. Onze vraag aan de portefeuille is hier ook een reactie op geweest? We hebben hier niet rechtstreeks een reactie op gekregen. Het is wel via de VNG regelmatig aan de orde gesteld. En de VNG houdt dit ook wel warm. Tenminste, dat moeten wij als leden van de VNG doen. Maar dit probleem hebben we met het indienen van de motie en het kenbaar maken bij de gevraagde functionarissen, hebben wij nog niet opgelost. Want het ministerie wil daarin nog niet bewegen. Dank u wel. Verder nog vragen alvorens we? Nee, dan gaan we ter bespreking. En wie mag ik daarover het woord geven? De heer Hoedemakers. Want wat meneer Nijenbanning nu net aanvoert, dat er geen reactie op geweest is, dat is ook heel logisch. Want, en dat heb ik destijds bij de bespreking ook aangegeven, voor de EMCO geldt dit niet. De EMCO is sterker vergrijzend dan alle andere SW-bedrijven. En daarom zien we ook in de stukken van de EMCO dat de EMCO meer subsidie gekregen heeft dan ze verwacht hadden. En dat gaat ook in het vervolg nog wel even door. Dus ik kan me helemaal scharen achter de oplossing van Slomp om de EMCO eens vragen om wat ambitieuzer te begroten. Want dat kan echt wel en dat weten ze zelf ook.
reactie hierop? Of ook de heer Slomp? Een hamerstuk wilde ik voorstellen. Ja? Oké. Okay. Verder niemand? Dit punt? Nee. Wanning, sorry. Ja, dank u wel, voorzitter. Onze fractie is toch positief over de vorderingen die EMCO het afgelopen jaar heeft gemaakt. Dit ondanks het negatieve subsidiesresultaat en dat de tekorten naar verwachting pas vanaf 2021 zullen afnemen. Het blijven nog steeds afnames en prognoses van het Rijk, waardoor de subsidies dan ook achterblijven en de tekorten blijven ontstaan. En daar moeten wij denk ik mee dealen. En ondanks de inspanningen van EMCO. Vaststelling dus. Dit is een vaststelling. Ter bespreking niemand meer. Een hamerstuk denk ik als ik even rondkijk. Ja, een hamerstuk voor de volgende raadsvergadering. Dan komen we aan punt 9. Voorstelt het afgifte van een verklaring van geen bedenkingen voor het uitbreiden van stalruimte op het perceel Broekkampsdijk 2 in Dalen. Het voorgesteld besluit is 1. Conform voorstel de vereiste verklaring van geen bedenkingen in ontwerp af te geven. En 2. Daarbij te bepalen dat de ontwerpverklaring als definitieve verklaring van geen bedenkingen kan worden opgevat, indien tegen het ontwerp van deze verklaring en het ontwerp van de omgevingsvergunning geen zienswijze worden ingediend. Wie heeft daar vragen over? Niemand. Wenst u het ter bespreking? De heer Mulder. Ja, ik had een vraag voorbereid die ik ook al in de vorige commissie had gesteld. Maar tussentijds kregen we een aanvullend document. En dat gaf mij eigenlijk de onderbouwing waar ik vorige keer om gevraagd heb. En die ook aangeeft waarom van regels die wij als gemeente zelf hebben gesteld, waarom wij daar anders naar kunnen kijken. En die onderbouwing die geeft mij voldoende aanleiding om dit als hamerstuk voor te stellen. Dank u wel. Zijn we verder, meneer Heling? Dank u, voorzitter. Ja, ik ben vorige week eventjes bij deze ondernemer langs geweest. Ze hadden gewoon een prachtig plan. Heel logisch, staat het ook in elkaar. Net als inderdaad de stukken die we nog kregen. Goed onderbouwd, wat ons betreft de hamerstuk. Verder nog reacties ter bespreking of kunnen we het als hamerpunt gaan noteren, hamerstuk? Ja, dan doen we dat en dan staat het ook als hamerstuk op de volgende raadsvergadering. Dan gaan we over naar punt 10. Ik even een blaadje omslaan. Dat is 10, dus dat is weer te ver geloof ik. Voorstel van het college van burgemeester en wethouders in zaken bestemmingsplan transportleidingen BEC Drenthe. Even kijken hoor. Weer twee omgeslagen. Daar is hij. Onderwerp bestemmingsplan transportleidingen BEC Drenthe. Voorgesteld besluit 1. Het bestemmingsplan transportleidingen BEC Koevoorden ongewijzigd vast te stellen. 2. Voor dit bestemmingsplan geen exploitatieplan vast te stellen. En 3. Er kennis van te nemen dat de coördinatieverordening Koevoorden 2012 wordt toegepast. Wie kan zich vragen? Uurtje ja vragen, de heer Stoker. Ja, voorzitter, dank u wel. Er zijn veel zaken in de ruimtelijke ordingssfeer toegekend aan het college. Bestemmingsplanswijzigingen zijn voorgehouden aan de raad. Dus wie schetst mijn verbazing dat er al volop gewerkt wordt en de buizen inderdaad al zeg maar, tot aan de haven klaar liggen om verder in de grond te gaan. Dus mijn vraag is of het te doen gebruikelijk is dat voordat de raad besluiten heeft genomen over de aanleg van transportbuizen, dat er inderdaad al die werkzaamheden al worden verricht. De wethouder Huizing. Ja, voorzitter, een hele begrijpelijke verbazing. En er doet zich ook een beetje een bijzondere situatie voor. Die staat ook geschetst in het raadsvoorstel onder opmerkingen. Dat is namelijk dat je voor ondergrondse buisleidingen, om die aan te leggen, geen vergunning nodig hebt. En dat er één uitzondering is, en dat is, of één, er zijn een aantal, maar als het gaat om een categorie leidingen, die valt onder het besluit externe veiligheid buisleidingen.
en daar valt deze onder, dan heb je die wel nodig. En het kromme is dan op het moment dat je hem gaat aanleggen en hem nog niet aansluit als in dit geval een gasleiding, dan mag je de hele aanleg mag je gaan doen. En pas voor het aansluiten als gasleiding, dan moet het bestemmingsplan het ook toestaan. Dus hoewel ik de verbazing helemaal kan voorstellen, is dit in ieder geval wel conform wat is toegestaan. En de enige verplichting die dus in ieder geval, in dit geval bij Bio-Energie Coevorden ligt, is dat ze niet eerder mogen aansluiten dan uw raad een definitief ja heeft gezegd op dit bestemmingsplanvoorstel. Dank u wel, duidelijk antwoord denk ik. Zijn er verder nog vragen, meneer Nijmeijer? Dank u voorzitter. Nou, eigenlijk geen vraag meer, maar ik kan me volledig aansluiten bij de heer Stoker. Ook wij waren verbaasd en ook vanmorgen weer las ik een stukje in de krant dat er geen aanvraag nodig was om iets aan te leggen. Ik had de vraag eigenlijk gelijk van kunt u ons daar wat meer uitleg over gegeven? U heeft dat gedaan. Ik kan mij hierin vinden. Duidelijk, dank u wel. Ik denk dat we dan nog een vraag erover, ja. Ja, ik heb nog één vraag. Het is een beetje formeel. Maar in het raadsvoorstel staat dat wij het bestemmingsplan transportleiding BEC Coevorden ongewijzigd moeten vaststellen. Maar hebben we al iets vastgesteld? Nee, dat klopt helemaal. U heeft nog niks vastgesteld. Maar u wordt gevraagd om het bestemmingsplan zoals dat er nu voor ligt, om dat ongewijzigd vast te stellen. Dat is het voorstel van ons aan u. En het staat u vrij om te gaan amenderen, maar dan wordt het een ingewikkelde situatie als u gaat amenderen op een... Ja, dat begrijp ik wel, maar ik snap het woordje ongewijzigd niet. Nee, dat is de formulering die altijd gekozen wordt in dit soort geval. Maar ik begrijp dat we moeten vaststellen. Ja, ongewijzigd. U moet niks, maar het is uw bevoegdheid als raad om hem vast te stellen. Het liefst ongewijzigd. En anders laat u het maar weten als het gewijzigd moet worden. Dank u. Ter bespreking. Iemand die hierover wil spreken? Ja, heer Stoker. Ja, voorzitter, mijn fractie overweegt om een stemverklaring af te leggen. Voornemens stemverklaring af te leggen in de komende raadsvergadering over dit punt. Goed, dank u wel. Verder nog meneer Nijmeijer. Dank u voorzitter. Nou, we hebben het traché bekeken en ja, het loopt buitenom over de industrietrein. Wij kunnen ons hierin vinden. Dank u wel. Verder nog meneer Heel. Ja, ik heb ook even contact gehad met de mensen van wie de meeste grond was, waardoor het traché loopt. En die waren uitstekend te spreken over dat het een goed overleg was, ook met de bouwer. Dus wat ons betreft ook geen bedenkingen. Mooi, allemaal tevreden mensen. Meneer Mulder? Wij hebben ook geen bedenkingen hiertegen. Ik kan aannemen dat ook dit stuk met hamerslag vastgesteld kan worden op de raadsvergadering. Ja. Gaan we doen. Dan gaan we verder met de... Wacht ik even tot meneer Zuur zit. En meneer Blanke. Dan gaan we nu wel verder met het volgende punt. Dat is punt 11. Onderwerp integraal huisvestingsplan. Het voorgesteld besluit is 1. In te stemmen met het integraal huisvestingsplan. Punt 2. De financiële consequenties jaarlijks te betrekken bij het samenstellen van de kaderbrief en of programmabegroting. Wie wil hierover vragen stellen? Meneer Zuur, vers van de pers. Ja, dank u wel, voorzitter. In het raadsvoorstel staan twee punten om mee in te stemmen. Het tweede deel van het voorgesteld besluit leidt bij ons in ieder geval tot de vraag, wat betekent dit nu precies? De financiële consequenties jaarlijks betrekken bij. Is dat een onvoorwaardelijk akkoord vanwege het eerste deel, instemmen met, of niet? Of zit er ruimte in, ook als we, neem ik aan, concrete voorstellen voorgeschoteld krijgen? Huizing.
Ja, voorzitter, volgens mij staat het antwoord al in de onderbouwing, maar kort samengevat. Wat wij nu, wat nu voor ligt, is het resultaat van gesprekken tussen de onderwijsbesturen en de gemeente. Dat is dus nou, wel iets waarvan we met z'n allen zeggen, en we vragen u ook om dat te bekrachtigen. Dit is zoals het plan eruit gaat zien. Dat bestrijkt een behoorlijke periode. En zeker als we verder naar achter gaan in die periode, dan is het natuurlijk mogelijk, want we hebben gezegd, het is niet in beton gegoten. Dan kan er nog van alles, zou er aangepast kunnen gaan worden. Dit is op dit moment zoals wij denken dat het goede uitgangspunt is. Maar daarom zit er nog wel in dat wij, nou ja, alles alleen maar vanwege prijswijzigingen of wijzigingen van inzicht, dat we gewoon daar wel de flexibiliteit in moeten kunnen houden. En dat u daar als raad vanzelfsprekend dan bij de reguliere ja-stukken, want dat is dan de meest logische, of het meest logische moment om dat te doen, dat u daar ook wordt gevraagd om daar dan uw fiat aan te geven. Voldoende uit de vraag, dan gaat aanvullen. Ja, dank u wel. Ja, daar hoort eigenlijk ook een andere bij, omdat er natuurlijk gerekend wordt, hè, zo staat ook in 2.1 met bepaalde bedragen die weer vooruitlopen op strengere duurzaamheidseisen. Ja, die alinea leidt bij mij een beetje tot de vraag van, is nu gerekend met die 2500 euro of gerekend met de normen van het huidige bouwbesluit? Het staat er wat ons betreft wat cryptisch. Het is op dit moment gerekend met 2500 euro per vierkante meter. Verdere vragen binnen de commissie? Meneer Hoedemaker. Dank u wel, voorzitter. In het raadsvoorstel wordt verder aangegeven dat het IAP rekent als het gaat om renovatie met een kostenverdeling van 50% voor rekening van het schoolbestuur en 50% van de kosten voor rekening van de gemeente. Mijn vraag is, van, is dit ook besproken met het schoolbestuur en hebben ze zich hieraan geconformeerd? Huizing. Wat u voorgelegd heeft gekregen nu, of wat hier voor ligt, dat is het resultaat van het overleg tussen de schoolbesturen en de gemeente. En dit is ook bekrachtigd door de schoolbesturen in het zogeheten OGO wat we hierover gevoerd hebben. Dus hier zit een akkoord op van de schoolbesturen ook. Volgende vraag. Dus we worden straks niet geconfronteerd met schoolbesturen die zeggen van dat doen we toch niet? Ik kan niet in de toekomst kijken, maar ook schoolbesturen hebben de tekst zoals ik die net heb aangegeven, dat we dat dit gewoon de afspraken zijn die we met elkaar maken, hebben ze ook van harte onderschreven. Dus ik weet dat er op dit moment geen schoolbestuur is die er zo in staat. Goed, ik zag de vinger van de heer Mulder. Ja, dank u, voorzitter. Volgens ons een uitstekend IAP-rapport met een visie in ieder geval hoe verder te gaan met de onderwijsaccommodaties in onze gemeente. Maar wel een aantekening voor de beide voortgezet onderwijsinstituten, Nieuw-Vesten en Esdal, nog steeds als PM-post opgenomen. En als we even onze in mind nemen dat we die pas in 2023 misschien aan de beurt zijn, maar dat worden toch wel stevige kostenposten. Hebben we daar vooralsnog rekening mee gehouden? Meneer Huizing. Ja, u terecht dat daar nog wel eens stevige kostenposten uit zouden kunnen komen. Op dit moment kunnen we gewoon nog geen bedragen daaraan koppelen. Maar dat zullen we uiteraard zo snel als dat wel kan, zullen we dat ook daadwerkelijk met uw raad communiceren. En zullen we dat ook in onze jaarstukken gaan meenemen. Verder de vraag. Meneer Stoker. Heer voorzitter, dank u wel. Uitgebreid rapport. We hebben gelezen, daar hebben we nog wel een aantal vragen over. Het woord renovatie blijft zo'n beetje hangen, want wat is nou eigenlijk renovatie? Als het woord wettelijk geen lading kent, waarom zou het dan überhaupt gebruiken? Want dan is er ook niemand verantwoordelijk voor. Totdat ik de zin las van dat er in ieder geval een vraag is gesteld vanuit de VNG, PO en VO-raad om hier iets voor te regelen. Is daar al antwoord op gekomen? Dat is mijn eerste vraag. En dan daar ik nog op. Nee, ik heb nog een paar andere vragen. Want het is een heel belangrijk rapport, voorzitter. Dan gaan we eerst even het antwoord vragen. Nee, daar is nog geen definitieve reactie. Maar ik weet wel dat er op gekoerst wordt dat
dat daar toch helderheid over gaat ontstaan. Omdat ja, de praktijk is gewoon dat we niet alleen maar nieuwbouw en onderhoud hebben. Maar we hebben ook gewoon renovatie om de levensduur van gebouwen te verlengen. Meer dan je met normaal onderhoud doet. Dus ik verwacht dat daar gewoon duidelijkheid op komt, maar die is er nog niet. De volgende vraag. Ik zie geen vingers, dus u mag nog even doorgaan. Dank u wel, voorzitter. U beschrijft ook al dat er, we kennen natuurlijk de kleine scholentoeslag. Er is een risico dat die de komende 16 jaar, we weten niet hoe dat eruit zal gaan zien. Maar in het ergste geval wordt natuurlijk gewoon die kleine scholentoeslag geschrapt. Heeft u inzichtelijk wat dat dan zou betekenen? Want 20 scholen van de 26 scholen in Coevorde voldoen aan die norm. De heer Huizing. Ja, dus dat zou financieel heel wat kunnen betekenen, voorzitter. En volgens mij juist ook dat besef wat langzaam doordruppelt, wat dat betekent voor de scholen, juist in gebieden zoals in onze gemeente, waar we gewoon gelukkig een heel mooi uitgestrekt buitengebied kennen met heel veel kernen. Ja, dan betekent dat wel zoiets als zo'n kleine scholentoeslag wordt afgeschaft. En nou, dat besef, dat begint dus wel door te dringen dat dat misschien niet het verstandigste besluit is. En ik denk dat wij er ook scherp op moeten blijven. Dat zijn onze onderwijsbesturen in ieder geval ook. Om ook, stel dat het ooit weer ter tafel komt, om dan vooral het gesprek ook aan te gaan van nou, oké, prima. Misschien is dit een goed uitgangspunt voor verstedelijkte gebieden. Maar heb ook oog voor de andere gebieden waar dit wel eens een verschrikkelijke klap voor kan zijn. En zorg dat daar dan een fatsoenlijke compensatie voor komt. Dank u wel. Kijk even rond hoor. Als er anderen zijn, gaan die even eerst. Maar ik zie nog niks. Dus u bent er klaar of moet ik nog meer vragen? Sorry, voorzitter. Ik heb nog twee vragen. Want okay. Een aantal die zijn al door voorgangers gesteld. Sinds 2015 behoren scholen zelf reserveringen op te bouwen. Er wordt in de notitie aangegeven dat dat in Coevorde waarschijnlijk onvoldoende is gebeurd. Maar heeft u wel een duidelijk zicht op de reservepositie van deze 26 scholen vanaf 2015 als het gaat om de reserveringen? Nou, van de schoolbesturen hebben we dat. En dat heeft u als raad ook uiteraard, want u krijgt van het openbaar onderwijs krijgt u jaarlijks de stukken nog, omdat wij daar nog een bijzondere verantwoordelijkheid in kennen als gemeente. Van de andere schoolbesturen niet. De conclusie die hierin staat is ja, de termijn tussen 2015 en nu is te kort geweest om echt enorme bedragen al te kunnen opbouwen. De reserveringen worden gepleegd en we hebben ook begrepen van de schoolbesturen dat ze wel in staat zullen zijn om ook hun deel van de bijdrage te voldoen. Want volgens mij zit daar de voornaamste zorg achter uw vraag. Dank u wel. Ter afwisseling. De heer Suur. Ja, maar even tussendoor. De aanpassing wordt voorgesteld om de aanpassing steeds in de programmabegroting aan ons kenbaar te maken. Maar ja, wat ons betreft zou het ook wenselijk zijn om overzicht te houden op de gevolgen voor het meerjarenplan. Dit is nu één keer gemaakt. Denkt u er ook over om dat per zoveel jaar te updaten? Weer opnieuw actueel te maken, of beïnvloed door wat er in de jaren is gebeurd en wat er binnenkort komen gaat? De heer Huizing. Ja, als je het uitgangspunt hebt dat het niet in beton gegoten is, dan moet je volgens mij dat ook periodiek in ieder geval met elkaar het gesprek aangaan of wat hier op papier staat nog het goede uitgangspunt is. En ik denk dat de voornaamste wijziging de financiële paragraaf ook wel eens zou kunnen zijn. Nou ja. Daarvan zeggen we dus, dat kunnen we in de jaarstukken opnemen. Als ik uw suggestie goed begrijp, geeft u aan van, nou, kijk dan niet alleen naar de reguliere stukken die we hebben, omdat die een beperkte doorkijk in de tijd geven, maar probeer ook het volledige beeld over de volledige looptijd van 16 jaar in het oog te houden. Volgens mij kunnen we die prima daarin opnemen. Dat zullen we dan niet in onze jaarstukken doen, maar zoals wel suggereer, om dat dan toch in een begeleidende brief te gaan doen, omdat dat meer recht doet aan de situatie. Dank u wel. Dan nog de heer Stoker. Ja, laatste vraag, voorzitter. 16 jaar beslaat de termijn van zeg maar, het plan. Dat is inderdaad heel ver in de toekomst. Mijn vraag is de volgende. In november hebben de minister Slob en de Jong een brief richting de Tweede Kamer gestuurd, waarbij
men erop aandringt dat kinderen nu uitgesloten zijn van onderwijs, kinderen met een ernstige beperking, dat die ook daadwerkelijk het recht op onderwijs gaan krijgen. In de bespreking met de besturen die we hier hebben gehad, heb ik stellig de indruk gekregen dat de schoolbesturen het vooral over de kinderen met een rugzakje hebben en pas het onderwijs en geen notie hebben van wat er op hen afkomt. Mijn vraag is of het plan voldoende flexibel is om op toekomstige vragen ook van deze kinderen in te spelen, waar het onderwijs straks daadwerkelijk een verantwoordelijkheid voor gaat krijgen. Meneer Huizing. Ik weet niet of daar onderwijshuisvesting altijd het voornaamste knelpunt is. Als je kijkt naar de ontwikkelingen die gaande zijn in het onderwijsland en tegelijkertijd ook de notie bij de schoolbestuur dat we, ook als we een nieuw schoolgebouw neerzetten, dat we daar wel flexibiliteit in moeten bouwen. Omdat we met z'n allen weten dat onderwijs gewoon verandert door de jaren heen. Dan denk ik dat de huisvesting niet het voornaamste knelpunt zal gaan worden op dit punt. En dat we meer de echte onderwijskundige begeleiding, dat natuurlijk vooral heel veel op de scholen laat afkomen. En dat daar de grootste kluif nog aan zal zijn. Voldoende? Nou, even een heel korte reactie. Dat help ik u dan al hopen, want ik denk namelijk dat als we kijken om welke doelgroepen het gaat, er wel degelijk ook investeringen gevraagd gaan worden in de huisvestingssfeer. Al was het alleen maar voor kinderen die nu 36 kilometer verderop naar een onderwijsinstelling moeten, wellicht gewoon in onze eigen omgeving naar school kunnen gaan. En dat zal ongetwijfeld aanpassingen vragen. Ik hoop in ieder geval dat er dan voldoende flexibiliteit is in de huisvestingscomponent om daar rekening mee te houden. Dank u wel. Dat is een constatering. Dus er is geen antwoord op nodig. Dit stuk ter bespreking, is dat gewenst, meneer Blanke? Dank u wel, voorzitter. Nou, voor ons ligt het integraal huisvestingsplan. En hier zijn we tijdens een themaavond al goed bijgepraat. Voor ons is dit dan ook geen nieuw stuk. En onze beleving was ook dat de verschillende partijen die er toen ook waren, de kinderopvang, PO, VO, achter dit plan staat. We vinden dit dan ook een goed uitgewerkt plan. Maar ook kregen we meteen te horen dat de nieuwe vester een ander traject loopt. Inmiddels zijn, als ik goed geïnformeerd ben, ook alle fracties zijn uitgenodigd door de nieuwe vester langs geweest. En daar hebben we ook begrepen dat er een behoorlijke opgave ligt. Wij zien dat hier nog wel wat moet gebeuren met het gebouw. Wat al wat ouder is en wij willen dan ook in de gesprekken die de gemeente nog gaat voeren nog wel een aantal punten meegeven. Wij vinden namelijk dat de nieuwe vest een belangrijke maatschappelijke functie heeft in de stad Koevorden, maar ook in een groot gedeelte van de gemeente. En wij zouden ook graag zien dat er wat meer verbinding wordt gelegd met het bedrijfsleven, dat dit wordt uitgebouwd. En wellicht zou er ook onderzocht kunnen worden of misschien het mbo toegevoegd kan worden. Voor de rest is het voor ons zou het een hamerstuk zijn. Dank u wel. Wie zou hier meer over willen spreken? Meneer Suur. Ja, dank u wel, voorzitter. Ik dacht even dat ik het verkeerde stuk voor me had liggen, want dit stuk gaat over het primair onderwijs. Maar goed, dingen meegeven kan natuurlijk altijd. Goed onderwijs is belangrijk voor de toekomst van kinderen. We bieden kinderen een breed en gezond leerklimaat waarin ieder kind de kans krijgt om talenten te ontwikkelen. En verder, we willen voor alle kinderen toegankelijk en bereikbaar onderwijs door het instand houden van kwalitatief goede onderwijsvoorzieningen in onze gemeente. Nou, dat stond in het bestuursprogramma, in het nog steeds huidige bestuursprogramma. En dit is daar een hele goede invulling van. Onze fractie heeft dan ook met belangstelling kennis genomen van dit raadsvoorstel met onderliggende stukken. Het is naar ons idee een goede weerslag met helaas nog wel een kleine omissie op bladzijde 29. Dan weet u even dat wij het heel goed gelezen hebben. Omdat daar toch een school even net verkeerd genoemd is. Het was een intensief traject. Maar dankzij een bijdrage van alle betrokken partijen is het goed verlopen. En ook de informatieavonden hebben tot dit beeld bij ons bijgedragen. Wij onderschrijven ook de zogenaamde subdoelen. Bereikbaarheid qua afstand, doorgaande leerlijn en kwaliteit van de gebouwen van harte. Evenals het uitgangspunt van 50-50 voor renovatie. Wel vreemd is dat bij de wet bij nieuwbouw alleen wordt uitgegaan van groei.
Bij krimp mag blijkbaar alleen gerenoveerd worden. Wij zullen dat overbrengen naar onze volksvertegenwoordigers in Den Haag en dat is voor ons eenvoudig te realiseren via de partijlijnen. Partijen zijn bereid gebleken, ondanks de verschillen die er bestaan en zullen blijven, is dat prettig om te constateren over hun eigen schaduw heen te stappen, de verbinding te zoeken. En dat is ook nodig gezien de ontwikkelingen en de huidige staat van huisvesting. En als het erop aankomt, vinden wij ook dat behoud en kwaliteit van onderwijs voor pluriformiteit moeilijk woord gaat. Of, zoals het in ons verkiezingsprogramma staat, schoolbesturen van verschillende signaturen moeten dan druk door krimp bereid zijn samen te werken. Zeker als dit de enige of beste mogelijkheid is om een school voor een lokale gemeenschap te behouden. Het belang van het kind moet hierbij voorop staan. Maar ook, waar gewenst, moet daarbij de identiteit van de samenwerkende scholen behouden blijven. De praktijk om ons heen, voorbeelden van samengestelde scholen, leert ons dat dat ook mogelijk is. En wij wensen de scholen en ons daarbij heel veel succes om dit goed te realiseren. Het gaat per slot van rekening om een investering van 10 miljoen. Dank u wel. Ja, dank u wel. Ik zag wethouder Huizing al driftig noteren bij pagina 29. Dus dat komt wel goed, denk ik. Verder nog, ja, meneer Blanke. Nou, ik zou toch nog even kort willen reageren op de heer Zuur. Want volgens mij heeft u dan inderdaad de verkeerde stukken gezien. Want er gaat wel degelijk een stuk over het VO. Dus meneer Blanke heeft eigenlijk wel gelijk, denk ik, meneer Zuur. Ja. In het voorstel waar we over beslissen, nu vanavond niet meer over 14 dagen, staat niets over het voortgezet onderwijs. Goed, in de onderliggende stukken wel, maar goed, daar zijn we ook over geïnformeerd. Ik zou hier de strijd niet over willen aangaan. En hierbij laten we het, tenzij er nog andere bijdragen zijn. Nee. Ik denk Hamerstuk, als ik zo de bijdrage gehoord heb, dan gaan we dat doen. Hamerstuk op de volgende raadsvergadering. De wethouder wil nog reageren, sorry. Ja, voorzitter, misschien goed, want ik denk zowel de bijdrage van de heer Zuur als van de heer Blanke verdient nog wel een kleine reactie. Dank overigens voor de brede steun. Ik weet zeker dat ik dan ook namens het onderwijsbestuur spreek als ik dat zeg. Ten aanzien van de punten die de heer Blanke aangeeft voor de nieuwe vesten, dank voor de suggesties. En volgens mij zijn dit drie hele herkenbare punten. Het is altijd mooi als je die ondersteuning ook nog een keer krijgt, want dit is inderdaad de lijn die wij ook hebben ingezet. We hebben ook in de gesprekken met de nieuwe vesten benadrukt dat voor ons voorziening voor voortgezet onderwijs in Coevorden, dat dat erg belangrijk is. We hebben ook die verbinding met het bedrijfsleven. Ik weet dat de nieuwe vesten daar zelf ook van alles in aan het onderzoeken is. Dus die is een hele belangrijke. En ook dat mbo, nou, dat is bijvoorbeeld ook al onderwerp van gesprek geweest met mbo-instellingen. Daar hebben we dit idee ook al in de week gelegd, laat ik het zo zeggen. En ten aanzien van de geconstateerde omissie. Het klopt, in Aalden hebben leerlingen de keuze uit twee geweldige scholen, een CBS en een OBS. En die hebben inderdaad een verschillende naam. Dus waar nu CBS de aanwender staat, daar zullen wij zorgen dat daar nog CBS de schutse komt te staan. Dank u wel voor de aanvullingen. We hadden al vastgesteld dat het een hamerstuk zou worden. Dus dan gaan we nu verder met het laatste voorstel. Agenda punt 12. En dat onderwerp is Coevorden onderneemt, economische visie en dynamische werkagenda. Het voorgesteld besluit, punt 1. In te stemmen met het geactualiseerde economisch beleidsplan Coevorden onderneemt. Punt 2. Voor de uitvoering van de in het geactualiseerde beleidsplan genoemde projecten in 2019 een bedrag van €155.000 beschikbaar stellen. Punt 3. Deze kosten te dekken vanuit de algemene reserve. Punt 4. De derde wijziging van de programmabegroting 2019 vast te stellen. Punt 5. De benodigde middelen van in totaal €545.000 voor de uitvoering van projecten in de periode 2020-2022 te betrekken bij de samenstelling van de kaderbrief 2020. En punt 6. Kennis te nemen van het voornemen een convenant met ondernemend Coevorden te sluiten.
Wie mag ik het woord geven? Meneer Nijenbaring. Ja, dank u wel, voorzitter. We hebben twee vragen hierover aan de portefeuillehouder. In het convenant lezen wij dat wijzigingen op elk moment aangepast kunnen worden. Welke waarde kunnen we hier aan dit convenant aan gaan hangen? En de tweede vraag die wij hebben is, we zien dat dit plan is bedoeld voor ondernemers van de stad Coevorden. Wat brengt dit dan voor ondernemers van buiten de stad Coevorden? De heer Siers. Om even met het laatste te beginnen, de economische visie is natuurlijk voor de hele gemeente Coevorden. Het convenant wat we sluiten, dat sluiten we specifiek met een ondernemersvereniging. In dit geval ondernemer Coevorden. Die hebben zich daartoe gemeld. Ja, en wij denken dat dit een hele goede verbinding zou kunnen zijn op ons gezamenlijk opgestelde economische visie. Het is altijd goed als ondernemers zich ook herkennen in een plan en zich daar ook aan wensen te conformeren. De eerste vraag wat heeft het dan voor zin als je alles zomaar kunt wijzigen? Nou, je sluit een convenant af, natuurlijk niet met het idee om daarna alles gelijk weer te wijzigen. Maar er moet wel ruimte in zitten in zo'n convenant om op de actualiteit te kunnen reageren en bijstellingen te kunnen doen. En als je elkaar vindt op een project, projecten die soms ook al ingericht worden, waar al mensen ook vanuit de ondernemers voor beschikbaar zijn. Ja, dan moet je soms wel eens bijstellen en daar wordt met deze wijziging ook op gedoeld. Dank u wel voor de reactie. Voldoende, denk ik. Andere vragen? Ja, mevrouw Sieben. Dank u wel, voorzitter. In het stuk, daar wordt ook gerefereerd aan de Dutch Tax Zone. En ik vraag me even af of er in dit programma en in die Dutch Tax Zone, of daar ook overlappingen zijn. We hebben daar natuurlijk ook al behoorlijk wat geld in gestoken. 2 miljoen. En nu wordt hier weer gevraagd om een deel. Dus ik vraag me af hoe zich dat verhoudt. Missies. Nou, zoals ook in het stuk vermeld staat, hebben wij daar een aantal geprioriteerde sectoren benoemd. Maar er blijft natuurlijk nog wel wat over. En ook niet alle projecten zijn regionaal. Dus dit plan ziet vooral toe op werkzaamheden, projecten en uitvoering van de visie in een agenda die vooral lokaal gericht is. Want we hebben namelijk niet alleen maar een regionale visie in de Dutch Tax Zone, we hebben daar ook nog een lokale economische visie voor nodig. Bovendien zijn er meer dan de prioritaire sectoren, heb ik net al gezegd. En daar zullen we wel aandacht voor moeten blijven houden. Om samen met hier de lokale ondernemers, waar we met elkaar ook een verantwoordelijkheid dragen, om daar goede afspraken en goede projecten mee te gaan draaien. Die bijdragen aan de lokale versteviging van de economie. Voldoende, mevrouw Sieben. Zag ik die kant niemand meer? Nee, dat dacht ik al, meneer Mulder. Ja, dank u wel, voorzitter. Even één vraag. Er staat in het verhaal, er staat twee keer een onderwerp over evaluatie. We gaan het jaarlijks evalueren. Het staat bij punt 5.1 en verderop staat er ook nog bij aanpak en uitvoering. Dat was iets concreter beschreven dan het eerdere evalueren. Mijn voorstel is om dat even naar voren te halen, dat onderdeel, als dat zou kunnen. Zie eens. Ik heb niet helemaal precies de teksten letterlijk allemaal in beeld. Wat bedoelt u met naar voren halen? Dat na twee keer evalueren, ik bedoel daarmee dat het tweede deel is concreet en het eerste deel is uitermate vaag. Wat er staat, hoe we gaan evalueren. Dus ik zou het op één manier beschreven willen hebben. Dat bedoel ik. Nou goed, over de evaluatie kunnen we het prima nog hebben. Het format daarvan is nog niet bepaald. We zullen nu, als het goed is, bedienen met een evaluatie die gewoon concreet is. En dat zullen we jaarlijks doen. En volgens mij staat er ook in het stuk dat we nog na afloop van de 4 jaar het geheel nog een keer gaan evalueren. En dat zal altijd concreet moeten zijn. Dank u. We gaan naar meneer Zuur. Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, opgeroepen door de opmerking van de heer Nijenbaring over het convenant en de reactie erop.
zit ik mij af te vragen of het geen verkeerd beeld schept dat je alleen een convenant sluit met ondernemend Coevorden en niet met de ondernemingsverenigingen in de dorpen. Een beetje, ja, ik vraag me het zo in alle openheid nu even af. Eerst wil graag reageren. Nou, wij hebben daarin natuurlijk ook het contact met de andere ondernemersverenigingen. Maar niet iedere ondernemersvereniging hoeft hetzelfde te reageren als de ondernemersvereniging in Coevorden. We kunnen ook prima zonder een convenant goede projecten draaien. En het is geen voorwaarde. Het is wel prettig. Maar dit initiatief om zich te conformeren aan deze economische visie is simpelweg uitgegaan van ondernemend Coevorden zelf. Wij hebben daar als gemeente Coevorden, als organisatie, niet om gevraagd. Dus het initiatief ligt hierbij wat ons betreft ook gewoon bij de ondernemersverenigingen zelf. Wij vinden het heel plezierig. Het is ook een uitnodiging misschien wel om dat te willen. Maar we kunnen ook heel goed, en dat laten we nu ook al zien, met de ondernemersvereniging in gesprek in de dorpen zonder een convenant. Dank u. Nog een korte reactie? Ja, toch. Het heeft dus geen gevolgen voor de samenwerking dat daar verschil in wordt gemaakt, zeg maar. Nou ja, kijk, als je wat concreetheid afspreekt over projecten die je wilt draaien in, rond de stad Coevorden en je gaat het daar ook over bemensing van projecten hebben, ja, dan maak je daar wel wat meer concrete afspraken over als dat je dat met de dorpen doet. Maar misschien is dat, voelt men daar de noodzaak wat minder. Nou, dat is dan de verscheidenheid die er mag zijn. Dank u wel. Mevrouw Driehuis. Dank u wel, voorzitter. Ja, ook wij viel het op dat Dutch Tech Show natuurlijk een vrij prominente rol in dit hele verhaal speelt. Wat op zich natuurlijk ook wel begrijpelijk is. Maar wat mij dan wel verbaast is dat er staat dat een deel van de tekst zo'n ambities zullen worden verwezenlijk via de regio-deal. Nou snap ik dat de regio-deal voor de drie pijlers werken, welzijn en wonen is. Maar Dutch Tech Show heeft al een behoorlijk pot geld. Dat is blijkbaar dus niet genoeg. Dus het lijkt erop alsof er nu via zijweg dan via de regio-deal weer nog meer geld in wordt gepompt. En had dat geld dan niet gewoon vanuit de regio-deal voor andere branches of werkgelegenheid kunnen worden gebruikt? Meneer Ziers. Nou, ik denk niet dat het de bedoeling is dat we nu de discussie aangaan over het geld van Dutch Tech Zone voor de regio-deal. Dutch Tech Zone is in principe geen onderdeel van deze economische visie. De regio-deal evenmin. Dat betekent dat we het hier echt over de economische visie van de gemeente Coevorden hebben. En dat wij daarin, zoals ook beschreven staat, deze economische visie als aanvulling zien op de rest van de economische keuzes die gemaakt worden via Dutch Tech Zone. En dat is een regionaal programma. Daar hebben we ook geld gereserveerd per jaarschijf, waar u het budgetrecht nog steeds over heeft, waar u ook het geld voor beschikbaar stelt jaarlijks. En als we kijken naar hoe dat met de regio-deal gaat, ja, dan heeft Dutch Tech Zone het programma voor de pijler werk, zo hebt u dat ook uitgelegd gekregen in de regio-deal-sessie volgens mij. Dutch Tech Zone, het programma voor de pijler werk om in die regio-deal te worden opgenomen. Dat zijn allemaal regionale thema's die gemeentegrenzen overstijgend zijn. En we hebben het hier over de economische visie voor de gemeente Coevorden zelf. En daar zijn ook de projecten die voor 2019 al zijn beschreven op gericht. Is het duidelijk, mevrouw Driehuis? Ja. Verder nog. Reactie, meneer Nijmeijer. Dank u wel, voorzitter. Ik zie een concept convenant staat daar bij ondernemend Coevorden. Ik heb eens opgezocht wie allemaal lid zijn van ondernemend Coevorden. En dan zie ik toch ook heel veel bedrijven van buiten Coevorden. Het bevreemdt mij het nu toch eigenlijk een beetje van het alleen maar onder andere ondernemersvereniging Coevorden wordt gesproken. Ik kan dat niet helemaal rijmen. Precies. Wat kunt u niet ruimen? Nou, dat er nu alleen maar over Coevorden wordt gesproken. In het convenant wordt gesproken van ondernemend Coevorden. Als je kijkt wie allemaal lid zijn van ondernemend Coevorden, dan staat daar ook heel veel bedrijven uit Sleen, Dalveen, Dalen,
Schoonoord zijn ook allemaal lid van ondernemend Koevorden. En hier wordt dus een convenant gesloten met ondernemend Koevorden. Dus ja, als u dan zegt van wij gaan alleen maar voor Koevorden, dan begrijp ik dat eigenlijk niet helemaal goed. Nou, ik heb niet gezegd dat wij alleen maar voor Koevorden gaan. Ik heb juist gezegd dat dit de verscheidenheid is die, die er mag zijn. Er zijn verschillende ondernemersverenigingen in onze gemeente. De één heeft zich bij ons gemeld. Dat is ondernemend Koevorden. Ondernemend Koevorden is de vereniging vanuit Koevorden. De mensen die zich hier aansluiten bij ondernemend Koevorden, die komen soms heel trouw naar de bijeenkomsten. Dat is of in Dalen of hier in Koevorden met enige regelmaat. En dat is de partij die zich bij ons gemeld heeft om dat convenant te willen afsluiten. Andere ondernemers zijn staan vrij om ons te benaderen. En het is ook een uitnodiging, net gezegd, om dat ook te doen. Maar dat dwingen wij niet af als gemeente. En dat willen we ook geen zins. Volgens mij moeten we ook lezen bij Koevorden, gemeente Koevorden. Want al die plaatsen die u noemt, is Koevorden, gemeente Koevorden. Anderen, sorry, meneer Zuur. Ja, dank u wel. We begrijpen dat deze visie op sectoren die een eigen beleidsagenda kennen niet ingaat. Dat werd in het begin van het boekje geschreven. Maar ook dat er niet eens van gedachten is gewisseld met de spelers uit die sectoren. Recreatie en toerisme werd genoemd, retail, binnenstad. Was het toch niet logischer geweest om die ook ergens in het traject, het is een langlopend traject geweest, toch op de hoogte te houden of in ieder geval eens mee in overleg te gaan van dit ligt er voor de sectoren buiten jullie. Maar ja, het gaat altijd samen natuurlijk. Recreatie en toerisme kan alleen maar floreren bij. Was dat niet handiger geweest? De heer Suyes. Ja, kijk, ergens heeft u wellicht een punt. Maar we hebben ten opzichte van wat wij hier beschreven hebben een vrij langdurig proces gelopen om tot deze visie te komen. Dat hebben we gedaan omdat wij heel veel waarde hechten aan de relatie met de ondernemers. En we hebben deze visie ook gebruikt om die relatie te verstevigen. We hebben ook een aparte toeristische beleidsagenda. Daarin hebben wij ook niet een terugkoppeling gegeven aan de industriële ondernemers. Dus ja, ergens zou je een grens moeten trekken in wie informeer je wel en wie informeer je niet. We zijn op alle fronten, zowel toeristisch als met de binnenstad, met al die ondernemers veelvuldig in gesprek. Veelal ook op hun eigen terrein. En ik denk dat, mocht daar behoefte aan zijn, dan hadden wij dat ook wel geweten. En ik denk dat we het op deze manier, wat ons betreft, en dat hebben we ook wel teruggekregen, toch wel vrij zorgvuldig hebben gedaan, is mijn overtuiging. Dank u wel. Tevreden. Nog een aanvullende? Ja, nou ja, toch even een korte reactie. Het is wel Koevorden onderneemt, economische visie en dynamische werkagenda. En die andere zijn beleidsplannen voor specifieke recreatie en toerisme. Dus ik vind er wel een soort overkoepeling in zitten hier. Maar goed, daar hebt u reactie op gegeven. En over zorgvuldigheid, in de totstandkoming, daar scharen wij ons volledig achter. Het viel ons alleen op dat die beleidsterreinen volledig buiten de beschouwing zijn gebleven. Maar gelukkig wel geïnformeerd worden als het hun raakt. De financiële onderbouwing voor de 700.000 euro die gevraagd wordt, die leidt bij ons toch wel tot wat vragen. Wij vinden de onderbouwing toch best wel mager. Daarnaast, het is al een paar keer genoemd, er is veel overlap met andere zaken als Dutch Tech Zone en retailagenda. Ook met de bijna normale activiteiten die je als gemeente doet. Bijvoorbeeld een budgetcommunicatie, waar nu ook weer geld voor gevraagd wordt. Ja, is het mogelijk om daar ergens een nadere en concretere duiding aan te geven aan wat nu gevraagd wordt, totaal 700.000 euro dan voor op een volgende jaren? Precies. Nou ja, daar zou ik eigenlijk twee dingen op willen zeggen. Voor 2019 hebben we denk ik heel concreet aangegeven, omdat die al aan projecten hangen die overigens ook in het convenant bijvoorbeeld terugvindt. Dat is heel concreet. Daarnaast hebben wij opgenomen in dit stuk
dat we ten aanzien, en ook in de besluitvorming, dat wij ten aanzien van de jaren 2020 en tot en met 2022 u de gelegenheid willen geven om juist de gelden die we vragen te betrekken bij de integrale afweging bij de begroting. We hebben ook geschreven dat we bij de kaderbrief een nadere onderbouwing zouden kunnen geven en willen geven bij de jaarschijf 2020. Maar als we ook voor 2021 en 2022 al de projecten moeten gaan benoemen tot in detail, ja, dan blijft er niet zo heel veel over van de term dynamische agenda. Dus we hebben er ook bewust voor gekozen om dat niet te doen en u bewust ook de ruimte te geven om dit bij uw integrale afweging te betrekken. Duidelijk, denk ik. Nou, ik heb daar toch wel een aanvullende opmerking of vraag ook wellicht over. Er wordt verdeeld over jaren. Daarnaast wordt er verdeeld over onderwerpen. Dat is een hele andere verdeling. Ja, dan blijven we toch zitten met wat zijn nou daadwerkelijk de bedragen die voor de verschillende items gevraagd worden. Ook voor 2019. En ik begrijp dat het voor de komende jaren moeilijk nu al aan te geven is. Dynamiek hoort er ook in te zitten. Maar toch, ja, hoe die 155.000 dan bijvoorbeeld verdeeld moet worden over die, of verdeeld wordt over die vier onderwerpen, dat is alweer een zoektocht. Dus vandaar toch ook onze vraag. Nou, volgens mij staat er een schemaatje in waarin wij aangeven hoe dat budget van 155.000 euro toch voor een deel opgebouwd is. Daar heeft u een punt. Ik heb volgens mij het verkeerde schema even voor me. We hebben geprobeerd om die 155.000 euro precies te allokeren voor datgene wat we in deze periode gaan doen, in 2019. Het precieze onderscheid, ja, dat kan meevallen, kan tegenvallen. Maar ik denk dat wij door de concreetheid van de projecten te benoemen en daar een bedrag aan te koppelen van uw vragen, niet zozeer of dit nou precies het bedrag is, maar ja, dat dit de zaken zijn die we moeten behandelen. En dat kost alles met elkaar 155.000 euro. Dank u wel. Voldoende, zegt meneer Suur. Leven er verder nog vragen, heeft mevrouw de heer Hoedemaker. Sorry, mag ik nog even, meneer Siers, die dan nog een toevoeging doen? Maar ik kan u uiteraard voor die projecten wel een iets nadere inkleuring geven, als u dat wenst, als voorschot op de raadsvergadering. Daar kunnen wij denk ik heel snel voor zorgen. Nou, dus de toezegging dan aan meneer Suur en de rest van de commissie uiteraard. En de heer Hoedemaker. Ik vind het hele duidelijke antwoorden die u geeft op een overigens heel uitgebreid en mooi stuk. Ik ben een plaatjesdenker. Ik kijk naar de grafiekjes en ik lees de tekst die u presenteert. En dan zie ik dat u in de tekst kommer en kwel spreekt over de ontwikkeling van de regionale economie. En dan verwijst u naar twee plaatjes. En die plaatjes, daarin zie ik dat het in 2016 slecht met ons ging. Maar dat de economische groei nergens zo groot geweest is als in Coevorden. En ook in een plaatje waarin u onderbouwt dat de regionale economische groei in 2017 slecht was, zie ik dat die inderdaad slechter was dan Zuidoost-Brabant, maar stukken beter dan in de rest van het noorden. Hoe zie ik verkeerde plaatjes of kunt u ze anders uitleggen? Ziet u verkeerde plaatjes? Ja of nee, dan bent u klaar. Nou, het zal wel zijn als ik zeg, u ziet verkeerde plaatjes, want u ziet wat u ziet. Ik denk dat we het wel in het perspectief moeten plaatsen van de totale context. We hebben, en dat weet u ook, in deze regio toch problemen met de economische structuur voor de lange termijn. Daar zijn we met elkaar naar op zoek hoe we dat beter kunnen pakken. De Stekzone is daar een middel van. We hebben niet voor niets zo'n regio-deal gekregen. De economische groei in ons gebied, in Zuidoost-Drenthe, want de economie gaat niet alleen over Coevorden, die gaat ook over de grens heen van onze gemeente, die blijft ook ten opzichte van landelijke ontwikkelingen achter. We hebben te maken met een beroepsbevolking die laaggeletterd is. Dat betekent ook voor ons dat we problemen kunnen krijgen op de langere termijn als het gaat om een goed gekwalificeerde beroepsbevolking.
Nou, daar willen we met elkaar aandacht aan besteden. Dus voor de lange termijn zullen wij moeten acteren. En dat doen we. Dat doen we lokaal, dat doen we regionaal en dat doen we bovenregionaal. En ik denk dat u het zo moet zien en dat u ook de plaatjes in dat perspectief moet plaatsen. Er zijn ook heel veel regio's die het simpelweg veel beter doen. Wij willen graag aansluiten bij die partijen die het veel beter doen. Dat verdienen onze inwoners hier en dat verdienen onze ondernemers ook. Dank u wel. Is het voldoende? En daar ben ik beslist met u eens. Maar ja, u kunt me niet helpen met het lezen van het grafiekje, zie ik. Want alleen de regio Groningen doet het beter dan Zuidoost-Drenthe, zie ik hier. Ja, dat is een constatering, denk ik. Ja, bijzonder. Bij de wethouder is er niks mee kan. Meneer Nijmeijer. Dank u, voorzitter. Nu toch even over de tekst hebben we op pagina 2 van het raadsvoorstel. Daar staat bij ambities, projecten, personeel en toekomst is uitgelicht. De tweede bullet staat onder ondernemersklimaat. Zachte voorwaarden die de bedrijfsvoering voor ondernemers beter en gemakkelijker maken. Maar voorwaarden zijn er voorwaarden. Hoe wilt u ze harder of zachter maken? Zachter of zachter, meneer Siers. Ja, je kunt kijken naar het op de letter van de wet gaan acteren. Maar je kunt ook kijken wat er mogelijk is. En als het om zachtere voorwaarden gaat, dan gaat het vaak om interpretaties. En net als u hard en zacht kunt interpreteren, we kunnen dat met regels ook. Ik denk dat het om voorwaarden gaat, voorwaarden scheppend willen zijn voor onze ondernemers. En daar hoort bij, kijk nog eens even goed naar wat er kan en ga daarvan uit. En niet wat er op de regel van de wet niet kan. Dank u wel. Heel veel vragen, heel veel antwoorden. Is het voldoende, meneer Nijmeijer? Ja. Ik denk dat we bijna uitgevraagd zijn. Heeft nog behoefte om dit stuk te bespreken? Er is al heel veel gezegd. Nijmeijer. Sorry. Nee, Banning. Ja hoor, geeft niks hoor. Onze fractie van BBC, BBC 2014, ziet hier toch wel een dynamisch plan tussen de gemeente en de ondernemers van de gemeente Coevorden. Inclusief de aanvullingen van vanavond blijft het stroken met de indruk die wij hebben gekregen op de informatieavond. En we kunnen ons ook wel herkennen in dit plan. We vinden het goed om te zien dat er geïnvesteerd is in totstandkoming van deze visie in relatie met de ondernemers. En natuurlijk hopen we ook dat de ondernemers van de buiten genieten daar ook nog een keer een glaasje aan mee kunnen pikken. Dus dat was het. En wij vinden het hamerstuk. Dank u wel. Verdere bijdrage, de spreking, mevrouw Sieben. Dank u wel. We zijn al eindje in 2019. Hè? En we willen graag ook meedoen, hè, met die vliegende start en die 155.000 euro toekennen. We zijn nog wel wat kritischer over dat tweede stuk. Maar ik lees in het raadsvoorstel dat dat wel bij de kaderbrief komt. Dus daar kunnen we dan nog wel op terugkomen. Het zijn wel allemaal plukjes. Hè? Jullie hebben het over FabLab, over ondernemen in het dorp, ruimte voor pioniers. Ik zou het graag eens een keer in een groter geheel zien. En niet alleen maar die stukjes, maar in samenhang met de Dutch Tech Zone, in samenhang met de woonvisie. Hoe maak je hier nou die leefomgeving zo dat je eerst de mensen hier hebt en dan de rest? Het is een beetje kip en het ei. Maar misschien wil je eerst liever de kip hebben, dan komen die eieren vanzelf. Dus dat is wat ik wil meegeven. En wat mij betreft is het ook een hamerstuk. Dank voor uw bijdrage. Verder nog meneer Suur. Ja, dank u wel. Kip en ei. Je hebt ook weer eieren nodig om überhaupt die kippen te krijgen. Dus ja. En werk zorgt ook dat mensen hier naartoe komen. Om het dan maar even te vertalen. Dus ja, eerst de mensen, dan het werk. Ja. Goed, volgens mij moet het heel mooi met elkaar optrekken en daar zie je in de verschillende dingen die nu lopen, de stekzomer, ook zeker in de regiovisie, zie je daar ook de combinatie gemaakt en ik denk dat daar de kracht ook zit. Wij willen nog wel voorstellen om het te bespreken in de eerstvolgende raadsvergadering. In ieder geval hebben we dan ook het financiële deel wat nader uitgelegd gekregen.
En kunnen we altijd kijken of daar een uitgebreide bespreking nodig is. Maar goed, die toezegging is ook gedaan. En ja, dat was voor ons wel even het punt van, kunnen we dat voldoende duiden om daar ook toch nu al die 155.000 euro voor beschikbaar te stellen. Het is per slot van rekening alweer de derde begrotingswijziging. Dus ja, ons voorstel is, zou zijn om het als bespreekpunt te doen voor de eerstvolgende raadsvergadering. Kunnen we er dan nog even op kouwen en vooral op die financiële zaak, maar wellicht ook op een aantal andere zaken waar vanavond ook antwoord op is gegeven. Prima, dan kijken we even rond, want de gewoonte is dat er nog een tweede partij zich daarbij aan moet sluiten. Meneer Mulder en meneer Bouwers zijn het daarmee eens? Ja, ik wil me daar graag bij aansluiten. Ik wil ook graag die nadere onderbouwing zien. Ondanks dat portefeuillehouder heel veel vragen heel juist heeft beantwoord en vooral ook blij ben wat ook al in het stuk staat, maar wat hij ook aangaf, dat een en ander aan de orde gaat komen in de kaderbrief 2020, zodat wij als raad ook een integrale afweging kunnen maken, ook met andere onderwerpen en ook nog heel veel PM-posten aangaande bijvoorbeeld duurzaamheid, cultuur, die we ook nog, dus wij moeten nog heel veel geld uitgeven en nou, dat vind ik een goede afweging wel belangrijk. Nou, volgens mij gaan we dat op deze manier doen. Dus dank u wel. Goed, ik denk dat het verstandig is om niet nog verder te gaan bespreken. Anders valt er niks meer te bespreken over straks in de raadsvergadering. Ik denk dat ik vast kan stellen, er zijn meerdere partijen die dit punt ter bespreking willen. We gaan het voorleggen aan de agendacommissie en ik neem aan dat het dan in orde komt. Wel. Ja. Siers. Volgens mij mag ik altijd nog even kort reageren, of niet? Ja. In ieder geval, voor de dorpen, daar gaan we specifiek een project draaien. Dus en daar worden de dorpen ook uitgenodigd om ondernemen in de dorpen, om daar toch, en het staat ook al beschreven, om ondernemen in de dorpen, om dat voor het voetlicht te krijgen. Dus dat is één. Ik hoor net van mijn buurman, ja, die heeft meer biologie gehad dan ik, dat een ei een kip niet kan uitbroeden, maar een kip een ei wel. Dus ja, ik weet niet hoe we dat dan precies moeten zien. De nadere onderbouwing volgt zo spoedig mogelijk. Met liefde bespreken we dit stuk in de volgende raadsvergadering. Dank voor de toelichting, meneer Zwiers. We gaan naar het volgende agendapunt en dat is punt 13, verslag, commissie 5 maart 2019. Iemand daar dingen in gezien die niet kloppen? Zo niet, dan kunnen we dat verslag vaststellen hierbij. Dan blijft mij niet anders over dan u allen te bedanken voor uw inbreng. En dan sluiten we hierbij de vergadering.